Goedemiddag, dames en heren luisteraars van deze livestream van DOS 37, die vanmiddag aangeboden wordt in verband met de coronamaatregelen van het kabinet. Spelen we deze wedstrijd zonder publiek. En ik zal vanmiddag u door deze wedstrijd heen loodsen. Dit is de wedstrijd tussen DOS 37 en Go Ahead Kampen. Twee mooie ploegen die elkaar al vaak ontmoet hebben in deze eerste klasse D. En ook in andere competities. Ze spelen 40 keer tegen elkaar. Voordat de wedstrijd begint, we zitten nog even aan het wachten omdat de lijnen wat beter getrokken moeten worden. Dus de spelers moeten nog even wachten. We hopen op een mooie wedstrijd. We hopen dat natuurlijk op goed resultaat namens DOS, maar ook namens de mensen die namens Go Ahead kijken. Die hopen natuurlijk op goed resultaat van Go Ahead. Ik zal even de opstellingen geven vanmiddag. Eerst zal ik even beginnen met de thuisploeg. Daar is DOS 37 in het goal in doel niet het. Van links naar rechts Brinkman, Willem van Spijker, Martijn Oldhoff en Shaki Mohamed. Op middenveld Tom Smoes, Michel Kamphuis, Hidde Boers. En voor Maarten Slomp, Menno Kamphuis en Ronald de Mosje. Die opstelling wijkt niet veel af van vorige week. Alleen Wout Kikkert is er niet bij. Hij is geblesseerd. En hij wordt vervangen vanmiddag door Willem van Spijker. Wisselspelers zijn onder andere, ik heb ze even niet in beeld, maar Manik Fokker. En even kijken, Klen Jansen. En Jordi Dijkhuis, die zijn, ik ben de wissels even niet zo snel in beeld, maar dat zijn de wisselspelers van DOS 37 vanmiddag. De opstelling van Go Ahead Kampen, heb ik ook hier voor me, dat is in het doel Joer Terpstra. En dan de overige 10, Bram van Enk, Dennis van der Wal, Nick Hendricks, Michael Lanting, Wal Doevikar, Wilbert Wessels, Kees Stol, Nick van der Kooi, Sven Hellendoorn en Laurens van Keulen. De wedstrijd staat onder leiding van de heer Spoon. En die wordt geassisteerd door de heren Meijer en Van Leuzen. We wachten nog even op de aftrap. De lijnentrekker is nog niet helemaal klaar. Go Ahead zal aftrappen. Ze spelen in een witte tenue. Dat is een uittenue. Ze hebben normaal een rood-geel tenue. DOS speelt in de vertrouwde geel-zwart kleuren natuurlijk. We hopen op een mooie wedstrijd. Hopen dat DOS de lijn door gaat trekken van vorige week tegen SVZW. Toen hebben we DOS een hele goede wedstrijd in Wierden gespeeld. Veel agressie in het spel gelegd, maar ook een positieve agressie. Helaas ging DOS daar nog de laatste kwartier toch nog de mist in door twee strafschoppen die DOS tegen kreeg. Dat was heel erg jammer. En dat was een hele zure nederlaag, maar het spel daar kan DOS echt mee verder. Go Ahead Kampen is een goede ploeg. Ze zijn ver in hun ontwikkeling, denk ik. Ze zijn sterker als vorig seizoen. Vorig seizoen een teleurstellend seizoen gehad in de eerste klasse D. Dit seizoen hebben ze behoorlijk sterk ingekocht. En ik denk dat deze ploeg gewoon mee gaat doen om de bovenste plekken. Ze hebben een hele sterke spits, sterke middenveld. Een paar ervaren jongens. We hebben een andere, Kees Stol. Dat is een jongen die heeft betaald voetbalervaring. En die trapt hier ook af onder nummer 11. Dus het zal een zware middag worden voor DOS. Maar wie weet, we gaan het zien. We zullen het meegemaken. Op dit moment wordt de bal rondgespeeld in de achterhoede van Go Ahead. Natuurlijk even aftasten van beide kanten. Aan de rechterkant en die bal wordt naar voren getrapt. Dan is het Willem van Spijker die die bal probeert weg te werken, maar dat niet goed doet. Komt de bal bij Doevikar, ook al zo'n hele gevaarlijke speler. Die jongen die een jaar eruit is geweest bij Go Ahead Kampen, maar nu weer terug is. Wordt goed verwerkt door Michel Kampo, is ook weer niet helemaal goed, want de bal komt weer terug bij de nummer 11, dat is Kees Stol. Hij blijft natuurlijk heel gevaarlijk met zijn ervaring in betaalde voetbal. Die bal wordt opgevangen door de altijd betrouwbare keeper Patrick Nietert. Martijn Oldhoff, die zal de bal weer in het spel brengen. Ja, weer een 1-2'tje met Patrick Nietert. De bal gaat naar Jordi Brinkman, een van de nieuwelingen bij DOS 37. Komt van HSC 21 uit Haaksbergen. Goede verdediger. Staat altijd goed gepositioneerd, zoals ze dat dan noemen. De bal gaat naar Martijn. Martijn Oldhoff die probeert aan de linkerkant Tom Smoes te bereiken. Die gaat er heel goed langs. Dit kan een hele gevaarlijke situatie worden. De bal wordt voorgetrokken, maar die bal die wordt verwerkt tot hoekschop. Wel zal meestal van de linkerkant wordt hij genomen door Hidde Boers. Rechts neemt meestal met links Tom Smoes de hoekschoppen voor DOS. Dus deze zal zoals gewoonlijk genomen worden door Hidde Boers. Die gaat hem voortrekken. Trekt hem goed voor, maar nee, wordt opgevangen door de keeper Terpstra.
Hij zal het spel weer uitgaan spelen. Nick Hendricks in de voeten. Het, opgebouwd aan de linkerkant van het veld. Gaat naar nummer 12, dat is Nick van der Kooi. Dat is Terpstra, die bal goed weg. Een ervaren ploeg hoor, dat Go Ahead Kampen. Er zit heel veel ervaring in. Jongens die weten wat ze kunnen. En, ja, dat zie je ook wel een beetje in dit spelletje van hen. En de wedstrijd van DOS tegen DOS Kampen verloren ze met 4-0. Maar eigenlijk was het betere van het spel was die middag voor Go Ahead Kampen. En alleen in de omschakeling werden ze 4 keer verrast door de buurman DOS Kampen. En daardoor verloren ze met 4-0. Maar eigenlijk is dat een beetje was dat een geflatteerde overwinning. Want het betere spel was van Go Ahead Kampen die middag. De bal wordt weer ingebracht door... weggeschopt door Patrick Nietert, de zeer betrouwbare doelman, al 10 jaar bij DOS actief. Hele goede doelman, zeer betrouwbaar altijd. Pakt heel veel punten voor DOS. Bal wordt weer teruggebracht. Nou, het is een beetje aftasten zoals het meestal gaat in de wedstrijd. Aan de linkerkant, de nummer 5, dat is Nick Hendricks, een gevaarlijke speler van DOS Kampen. Zet hem voor, maar Martijn Oldehotov verwerkt die bal tot hoekschop. Even wachten op de hoekschop. Ja, er is natuurlijk nu niet zoveel publiek. Normaal zijn de ballen jongens, die kunnen zo'n bal direct weer terughalen. Ja, nu mag dat allemaal niet. Het zijn andere tijden. We leven in coronatijden en dan krijgen we dit soort situaties. De bal wordt voorgetrokken, laag voorgezet, weggehaald door Ronald Tomasje. Ronald Tomasje op Maarten Slomp. Die komt net niet bij de bal. Wordt weer teruggebracht door Hendricks. En wordt weer voorgezet door de keeper van Go Ahead Kampen. En dat is in dit geval Joar Terpstra. Weg, loodje. Met 12, ja, je ziet. De nummer 6, dat is ook een hele goede speler, dat is Michael Lanting. Jongen met veel overzicht in zijn spel. Kan je wegblijven? Komt de bal weer bij Lanting. Die legt hem weer terug naar achteren. En die bal wordt weer. Ja, dat is een beetje het spelletje van die Laurens ter Keulen. Die probeert elke keer die bal een lange bal te geven. En over de achterhoede van DOS heen. Dat is echt een wapen wat bij Go Ahead goed werkt. Vooral in de tweede helft tegen DOS Kampen leverde dat behoorlijke gevaarlijke situaties op. Goede actie van Hidde Boers. Toch een groot talent van DOS 37. Een slechte bal van Ronald Tomosje. En een goede bal weer van correctie van Michel Kamphuis. Ja, ook een goede actie. Heel goed gevoetbald. En Tom Smoes die gaat naar de bal. Dit wordt heel gevaarlijk. Oh, jammer. Hij had die bal zo in kunnen schieten. Maar ja, hij wordt goed geblokt door de speler van Go Ahead Kampen. In dit geval volgens mij was het Sam of Hendricks. Als ik het goed heb, ik kon het niet helemaal zien. Maar in elk geval, hij wordt geblokt daar in de 16. Dat was wel de eerste mogelijkheid voor in dit geval DOS 37. Het is heel mooi hoe Hidde Boer zich daar. Nou weer speelt zich goed vrij aan de linkerkant. Ja, kan er niet goed voorzetten. Komt eigenlijk niet goed uit. Is natuurlijk ook geen linksbenige speler. Dus is altijd moeilijk aan de linkerkant. Wordt weer opgezet door de ervaren Michael Lanting. Ja, die paast die bal goed weg. Maar Jordi Brinkman staat goed opgesteld. U zag net ook Michel Kamphuis. Dat is ook een nieuweling bij DOS. Die komt van DOS Kampen. Goede speler. Echt een middenvelder, een aanjager van het team. Is niet voor niks aanvoerder geworden. Jongen met persoonlijkheid. Kijk, zet nu ook goed druk en dan komt hij bij Menno Kamphuis. Menno Kamphuis die zal die bal. Heeft hem bijna onder controle. Lukt helaas net niet, maar Ronald Tomosje wel. En dan Shaki Mohamed, ook een van de nieuwelingen. Een zeer goede speler, komt van Hogeveen. Jongen met veel snelheid en dreiging in zijn spel. Gaat er voorbij, gaat naar de rechterkant toe, probeert hem voor te zetten. Wordt een hoekschop. De bal moet weer even ingebracht worden door een van de mensen. Een van de stewards die aangewezen zijn om die bal in het veld te brengen.
Bouwen, wat ik al net al zei, van de rechterkant wordt hij met links ingeschoten door Tom Smoes. Dat is meestal het vaste patroon bij DOS. Zet hem voor. Vorige week kwam daar een doelpunt uit tegen SVZB. Helaas lukt het nu niet. Voor alle DOS'ers dan. Mensen uit Kampen die kijken, die zullen daar anders over denken. Ook van harte welkom trouwens alle luisteraars in Kampen en omstreken bij deze wedstrijd. Hey, met je tempo, pak je bal, gaan we weer voetballen. Kom maar. Kom al. Hey. Hoe denk ik aan de De bal wordt even weer in het spel gebracht. Er zit nog niet echt heel hoog tempo in het spel, maar ja, de wedstrijd duurt nog lang. We zijn maar 7 minuten onderweg, dus wat dat betreft kunnen we nog even. Dick Hendricks weer, kom aan spelen. Ja, het verzorgde voetbal, dat beheersen ze wel bij Co-Ed Kampen. Dat kun je wel aan die mannen overlaten. Ja, die bal naar Doefikar, ook een hele ervaren jongen. Die is er een jaar uit geweest bij Co-Ed Kampen. Is weer teruggekomen op het oude nest. Goeie speler. Ja, kijk, en dan is er toch weer een kopbal van de spits Wilbert Wessels. Gevaarlijke spits aan de kant van Co-Ed Kampen. Die over de goal heen klopt. En al die wordt weer ingebracht door Patrick Nietert. De keeper van DOS. Patrick die trapt die bal uit. En die wordt opgevangen. Ja, tenminste was de bedoeling door Menno Kamphuis, maar die kan hem net niet op zijn hoofd krijgen. En Shaki die Mohamed die zal gaan ingooien. Zeer, wat ik net al zei, zeer goede speler. Goede versterking voor DOS. Jongen met veel snelheid en dreiging aan de rechterkant. Bestrijkt de hele rechterflank. En doet dat heel goed. Vorige week ook een goede wedstrijd gespeeld tegen FZW. Trouwens, het hele team was van DOS 37 speelde vorige week een hele goede wedstrijd. Als ze dat niveau vandaag kunnen halen, dan kan het nog een hele leuke middag worden. Maar ja, de ene wedstrijd is de andere wedstrijd niet. En Co-Ed Kampen heeft vorige week gewonnen met 3-0 van Hierde. Dus ja, die zijn nog een beetje zoekende natuurlijk. Maar ik verwacht dat Go-Ed Kampen met dit team toch bovenin mee gaat draaien. Het zijn altijd leuke duels tussen deze twee teams. In het verleden met close resultaten. Of een gelijkspel of een nipte overwinning voor Go-Ahead, een nipte overwinning voor DOS. Er zit altijd veel beleving in met die wedstrijden. Nu zit Willem van Spijker, iemand die erbij is gekomen uit, uit de eigen opleiding, zeg maar. Speelde vorig jaar nog in de tweede. Is nu bij de eerste selectie gehaald. Doet het wel goed. Heeft natuurlijk nog best moeite met het tempo. Maar ja, dat is ook verwonderlijk. Dat is niet verwonderlijk, want tussen het eerste en het tweede daar zit een heel groot verschil. Een paas van Michel Kamphuis. Waar, ja, goed druk gezet door Maarten Slomp. Ja, die zet hem goed voor. Maar helaas, ja, kan Menno Kamphuis nog net bijkomen. Kijken wat hij met de bal kan doen. Gaat terug naar Tom Smoes. Tom Smoes die draait om zijn man heen. Ja, dan komt weer bij Menno met een... Ja, en Menno Kamphuis scoort hier de 1-0 voor DOS 37 in de tiende minuut. Na goed doorzetten van Tom Smoes aan de linkerkant. En met een beetje geluk kwam die bal bij Menno. Maar Menno die knalt hem, Menno Kamphuis knalt hem goed binnen. En de stand is hier 1-0 voor DOS 37 na 10 minuten spelen. Dat is een hele mooie opsteker voor DOS en een heel goed begin. En ja, wat het spreekwoord zegt, goed begin is het halve werk. Maar ja, DOS is er nog lang niet. Go Ahead heeft nog, ja, nog 80 minuten om dit recht te trekken. Dus wat dat betreft is het een begin en niks meer dan dat. Nu wordt die bal weer goed druk gezet door Tom Smoes. Die speelde goede eerste 10 minuten aan de linkerkant daar. Die bal voorgezet op Ronald Tomosje. Die kan die bal terugbrengen, maar dat gaat net niet helemaal goed. Komt net niet bij Maarten Slomp. Dat is jammer. De bal wordt weer in het veld gebracht richting Wilbert Wessels, die daar achteraan rent. Toch een vrij goede, sterke spits, maar heeft nog niet al te veel snelheid. Oh, daar ligt een speler van. Daar ligt Wessels, die is helemaal doorgegleden naar de kant toe. Dat gaat niet helemaal goed.
moet even kijken wat hier gebeurt. Hij blesseert zich waarschijnlijk door, hij glijdt als het ware door. Doordat Willem van Spijker hem aanduwde, en gleed hij waarschijnlijk door, ligt achter de body. Hij komt wel weer terug, maar het gaat nog niet echt geweldig. Nou, gelukkig kan hij de wedstrijd... Dat was even een nare situatie. Maar gelukkig kan hij de wedstrijd vervolgen. De nummer 10, Wilbert Wessels. Bal wordt weer ingebracht in het veld door Patrick. Niet het. En die bal wordt rustig even rondgespeeld. Ik denk ook belangrijk om even die rust weer te pakken. Willem van Spijker die gaat hem vooruit zetten naar Menno Kamphuis. Menno die probeert hem weer te pakken. Menno die altijd heel veel energie in de wedstrijden legt. Dus ook nu weer. En Maarten Schlomp die probeert hem met een schot. Dat gaat naast. Maar toch was dit wel weer een goede actie van de voorwaartse van Dos. Bal wordt in het spel gebracht aan de rechterkant door Go Ahead Kampen. Bal komt bij Hendricks. Een van de ervaren spelers daar rechts achterin achter de. Laurens ten Keulen die speelt. Is ook een goede voetballer. Die heeft een heel goed schot in zijn. In zijn benen om die bal goed over de linie te leggen. Hij doet het nu nog niet zoveel, maar dat zal ongetwijfeld straks gaan gebeuren. Verwacht ik. Het is toch een beetje het spelletje op een gegeven moment ook van Go Ahead. Spelen altijd het verzorgde voetbal spelen. Bal wat weer. Dennis van der Wal, ook zo'n ervaren Go Ahead Kamp speler die de bal. Kijk, krijg je weer een lange bal. Dat is een beetje toch het spelbeeld van weer op Hendricks. Die dan naar links zet. Ja, en dan krijg je die bal op de nummer 11. Ja, dan wordt die bal weggewerkt door Jordi Brinkman. Wordt Roland de Bosje in de rug geduwd. En dan krijgen we een vrije trap voor DOS 37. Vooruit. Dan achter de bal Willem van Spijker. Die gaat die bal nemen. We moeten natuurlijk even kijken of de mensen vrij staan. Ja, er is niet veel beweging. Hij weet die bal niet goed te plaatsen, maar het zal toch moeten. Want anders dan gaat het maar een lange bal. Dat is altijd jammer. Het komt toevallig goed terecht. Een beetje soms kijken. Ja, Roland de Mosje die klopt hem terug. Het is een beetje zonder overleg voetballen dit. Maar even herpakken, nummer 5. Dat is Nick Hendricks. Die pakt die bal weer. Paul Bram van Enk, een van de Van Enk broertjes. Zijn broer die zit op de bank, Niek van Enk. Ja, Roger! Ja! Doe mij tegen Sven! Menno die blijft jagen. Ja, Menno legt altijd heel veel energie in de wedstrijd. Soms levert dat op, wat op. Niet altijd. Soms denk ik ook wel eens van, kan een tandje minder om energie te bewaren voor dat beslissende moment voor de goal. Maar aan de andere kant werkt hij zich wel een slag in de rond altijd. We zijn 15 minuten onderweg op het sportpark in het midden in Vriezenveen. Voor de luisteraars die nu aangesloten zijn, dus kijk naar de wedstrijd DOS 37 tegen Go Ahead Kamp in de eerste klasse D. We zitten in de derde speelronde. De stand is 1-0 door een doelpunt van Menno Kamphuis in de tiende minuut. Menno, kom maar, dit is het! Bij jou weer, bij jou! Nick Hendricks. Oké. Ja, de bal wordt hier door de Duvica. Dus hij speelt een breedje naar achteren. Toch niet echt zijn positie. Meer een middenvelder. Maar hij trekt zich iets terug. Ja, er komt Go Ahead Kampen weer gevaarlijk opzetten. Ja, dit kan een hele gevaarlijke situatie worden. Want de bal komt bij Wilbert Wessels die hem naar. De bal wordt heel goed verwerkt door Patrick Nieten. Dat was een gevaarlijke situatie. Hendricks die gevaarlijk opkwam zetten. Ja, dan krijgen we een vrije trap. Ja. Hiddeboers die een beetje een ongelukkige overtreding maakt. Ja, op een heel gevaarlijk punt natuurlijk. Vanuit DOS gezien. En op een hele mooie positie vanuit Go Ahead gezien. Nummer 10, de spits Wilbert Wessels die gaat erachter. Dit kan al wel eens een hele gevaarlijke situatie worden. Hij mag hem in één keer nemen volgens mij. Tenminste denk ik. Ik heb niet de hand van de scheidsrechter gezien. Ja, kijk, ik krijg instructies met Hens, want dat is tegenwoordig nieuwe regels. Ja, vorige week ging DOS daar ook de bietenbrug mee op met de Hensbal. Dus laten we hopen dat dat nu niet weer gebeurt. Het wordt een vrije trap genomen door... Oh, weer heel goed gered door de weer wederom goed keepende Patrick Nietes. Vorige week keepte Patrick ook hele goede wedstrijd.
Doet de ploeg heel lang in de wedstrijd, maar tot op laatst ja, moest hij ook buigen voor die twee strafschoppen, helaas. Nummer 5, dat is Hendricks aan de linkerkant. Ook een goede speler, maar Jacky heeft hem Mohamed even goed in zijn greep. Maarten Splomp probeerde erdoor te gaan, maar die bal gaat uit. Ja, het golft een beetje op en neer. Er is niet echt veel tempo in de wedstrijd. Ik denk wel, als ik zo dit nu zie, dat het een hele spannende voetbalmiddag gaat worden. De Boers die legt die bal weer heel goed weg. Ja, dat is toch knap werk. Oh, dat kan Menno Kampers net niet bij die bal komen. Dat is heel erg jammer. Ja, de bal wordt weer opgepakt door Ronald Tomosje. En de bal gaat naar Shaki Mohamed. Maar Shaki Mohamed kan er net niet bij. De bal wordt nu ingebracht. Het is een beetje hotse-knotse voetbal op dit moment. Maar de bal komt goed door. Tom Smoes zit hier goed tussen en die kan weer beginnen aan opbouwen aan de. Ja, geef die lange bal. Ik denk hou hem nou iets langer vast. Want nou ben je hem weer kwijt. Maar komt weer bij Lanting. Kijk, die gaat nu naar Ronald Tomosje. Die legt de bal neer bij Michel Kamphuis. En die gaat naar Chucky. Michel dat Chucky iets kan bereiken aan de rechterkant. Die zet hem voor, dat is een hele goede bal. Ja, en Menno Kamphuis scoort hier de 2-0 naar een prachtige voorzet van Shaki Mohamed op rechts. En in de 18e minuut komt Dos op 2-0. En dat is een prachtig doelpunt. En Menno die legt hem ook heel mooi binnen. En Dos staat op een 2-0 voorsprong in de 18e minuut tegen Go Ahead Kampen. Dat is toch heel knap gevoetbald. En vooral die voorzet van Shaki Mohamed die zag er ook heel goed uit. En Menno die daar heel goed op anticipeerde en die hem ook heel goed in de rechterbovenhoek knalt. Een prachtig doelpunt. Nou, dat is dus 2-0. We zullen zien hoe dit nu verder gaat. Maar Coët zal aan de bak moeten. Maar nogmaals 2-0. Het is nog maar 19 minuten, 20 minuten. Dus het is nog lang niet gespeeld hier, maar we gaan verder. De bal komt weer bij de nummer 5, dat is Nick Hendricks. Komt gaan naar Doefikaar, maar die speelt de bal toch helemaal verkeerd. Dat is niet des Doefikaars, laten we het zo zeggen. De jongen kan veel beter. De bal komt weer bij Tom Smoes, die tot nu toe een hele goede wedstrijd speelt aan de linkerkant. Ook een nieuwe jongen. Vroeger komt hij de jeugd van DOS. Na wat omzwervingen bij Dato en Excelsior is hij uiteindelijk weer teruggekomen bij DOS. Is echt een goede versterking aan de linkerkant. Kan de hele linkerkant bestrijken. Links back spelen, links half, links buiten. Een beetje hetzelfde wat Shaki Mohamed aan de rechterkant doet bij DOS. Dat doet Tom Smoes aan de linkerkant. En dat heeft toch wel wat dreiging in het spel van DOS gekregen dit seizoen. Iets wat vorig jaar niet was, is er nu wel. Ja, dat is Willem Spijker. Het is niet een goede bal van Willem Spijker. Je kunt zien dat hij toch nog wel een beetje moeite heeft met het tempo in de wedstrijd. En, hij doet zijn best en vorige week zag je dat ook. Maar een jongen die toch. Hij staat er ook in omdat Wout Kikkert vanmiddag helaas geblesseerd is. Want Wout die speelde vorige week ook een hele goede wedstrijd tegen ZW. Maar Willem die kan het wel goed invullen, maar hij moet wel aan de bak altijd. Want het is een heel ander niveau als in de tweede. Martijn houdt op of staat goed opgesteld. Die maakt dit seizoen ook een hele goede ontwikkeling door Martijn. Vorig seizoen vaak geen basisspeler, dit seizoen basisspeler. En dat krijgt vertrouwen van de trainer en dat werpt toch zijn vruchten af. Dan gaat Shaki weer. Shaki Mohamed die legt de bal ook goed neer. Oh boei, bijna de 3-0 hier. Dat is ontzettend goede actie van Shaki Mohamed over rechts. Je zet hem goed voor op Ronald Tomosje die bal net overkopt. Dat was heel erg jammer, want vanzelfde hadden we DOS nu op 3-0 gestaan. De bal wordt weer in het veld gebracht door Coët Kampen. Ze blijven toch een beetje te laag tempo spelen. Misschien dat ze. Ja, ze proberen die lange bal elke keer te zoeken via Van der Keulen die dat heel goed kan. Of Van Keulen moet ik eigenlijk goed zeggen. Jongen, dat was voor hetzelfde wel 3-0 geweest. Dat was ook een hele mooie actie weer van Shaki Mohamed over rechts. Blijft een heel goed wapen van DOS.
is ook speciaal naar gekeken. Op een gegeven moment viel er een centrale verdediger weg. Mike Poelakker is vertrokken. En ja, dan kun je kiezen weer voor een nieuwe centrale verdediger. Toen is er gekozen om toch dat in eigen huis te halen en Shaki te halen als extra creativiteit in het elftal. Ik denk dat dat heel goed uit gaat pakken. Want Dost kan wel wat dreiging in het spel gebruiken. En nu hebben we twee spelers, Dost tenminste twee spelers. Dat is aan de linkerkant Tom Smoes, aan de rechterkant Shaki Moa met heel veel dreiging in het spel. En dat maakt het elftal natuurlijk veel gevaarlijker. Hier weer Jordi Brikman, die heel goed en netjes uitverdedigt. En ook een goede schot in de benen, maar ja, dat gaat helemaal mis. Nou, op zich, je ziet aan het uitverdedigen van Jordi Brinkman, een van de nieuwelingen bij Dost, dat hij goed kan voetballen. Daar heb ik eigenlijk de alle nieuwelingen wel gehad. Dat is Michel Kamphuis, dus Jordi Brinkman, Tom Smoes en Shaki Mohamed. Dat zijn de vier jongens die nieuw zijn gekomen. Daarnaast zijn vertrokken Nick Wenning, hij is weer terug naar PH. En dan Mike Poelakker is weer terug naar Luktor Ettermergo. En ook Stan Middelkamp is ook weer terug naar Luktor Ettermergo. Die zijn vertrokken. Daarnaast zijn Dennis Boshoeven, Jaap Mulderij. En even kijken, Mark Meijer gestopt. Dus, en dat is, dus dat is een hele verwisseling van de wachten bij DOS. Maar DOS heeft wel een leuke selectie qua jonge spelers. Aangevuld met goede nieuwe jongens. En wat ervaren jongens. Dus ik denk dat DOS een goede mix heeft. Om een goed seizoen te kunnen draaien. Maar we zijn dit seizoen natuurlijk ook afhankelijk van hoe het allemaal zich gaat ontwikkelen met corona. Alles is onzeker tegenwoordig. Dus we moeten maar kijken hoeveel wedstrijden gespeeld kunnen worden. Gaat de competitie uitgespeeld worden? Het zijn allemaal vragen die boven ons hoofd hangen en die niemand in kan vullen. Dus we zullen dat af moeten wachten. Lange bal wordt gegeven. Het wacht net iets te lang door Martijn. Dan komt goed terecht. Dan gaat die bal naar Jordi Brikman. Die bal ook weer goed. Ja, die bal kan Kampers oplopen. Kan de bal net niet bij meekrijgen. In de voeten. Die bal wordt weer goed onderschept door Ronald Mosje die hem buiten werkt. En die bal zal weer in het veld gebracht worden door de nummer 5, Nick Hendricks, aan de kant van Goeie Kampen. Een grote min. Nou, de nummer 2, dat is Bram van den Enk. Die bal gaat weer naar Dennis van der Wal. Van der Wal komt bij Michael Lanting, de ervaren goede speler aan de rechterkant van het veld. Ja, gaat met zijn handen in de lucht staan. Dat geeft toch iets aan dat het niet loopt bij Go Ahead Kampen op dit moment. Eigenlijk zou DOS daar in deze fase gebruik van moeten maken. Want je weet nooit hoe zo'n ploeg als Go Ahead Kampen nog weer uit startblokken kan komen straks in de tweede helft. Die 3-0 moeten gaan. Dat was net ook al bijna gebeurd. Maar er staat 24 minuten op de klok, of 25 minuten zelfs. En we spelen nu op het sportpark hier in het midden. En het is 2-0 voor DOS. Door twee doelpunten van de spits Menno Kamphuis. Wordt de bal weer keurig opgevangen door Jordi Brinkman. Die heeft alle tijd om die bal. Die tijd die neemt hij niet, want hij schopt hem naar de verkeerde kleur. Wordt weer opgevangen door Tom Smoes. Die gaat de bal weer in het veld brengen. Probeert op Maarten Slomp, ook een jonge speler uit de eigen opleiding, goede voetballer. Jongen die al jaren aan het beetje zeg maar min of meer doorbreken is, maar dit jaar voor het eerst echt vertrouwen krijgt dat hij elke wedstrijd speelt. Dat is mooi om te zien. En dan aan de linkerkant voor die bal weer naar de rechterkant. Komt hij bij Willem van Spijker terecht. Die gaat die bal doorspelen naar Ronald de Mosje. Kijken rustig. Misschien kan Shaki Moore met hier. Die gaat die bal weer goed. Dan komt die bal bij Hiddeboers. Dat is jammer. Die bal die komt volgens mij nog tegen de paal aan. Maar het was een hele moeilijke hoek. Die bal die kon er ook niet in. Maar voor hetzelfde geld. Het was weer een goede aanval over rechts. Over rechts loopt het goed bij DOS vanmiddag. Ze lopen natuurlijk ook een aantal goede voetballers met een rechterbeen. Dat is Shaki Moa met Hiddeboers. Kunnen elkaar over het algemeen heel goed vinden. Maar aan de linkerkant lopen Tom Smoes en Maarten Slomp ook redelijk te voetballen. Ja, dit is het spelletje van Go Ahead.
proberen die opening te vinden, te zoeken met verzorgd voetbal. Lange bal weer van Laurens van Keulen. Ja, ik keek al. Ik denk dat hij de lange bal weer wil geven, maar dan nog even niet. Ja. Hendricks die ging al lopen, maar hij durfde toch niet aan om die bal te geven. Misschien gaat hij het nu doen. Ja, kijk, hij gaat hem weer geven. Op de nummer 10 in dit geval, dat is Wilbert Wessels. Dat is toch een gevaarlijke fysieke spits. Ja, daar krijg je... Ja. Met de grensrechter wordt overroeld hier door de scheidsrechter van de heer Spoon. Ja, dat heb je soms met niet-neutrale grensrechters, moet ik eerlijk zijn. Het is altijd mooi als wedstrijden gespeeld worden met neutrale grensrechters, maar dat kan helaas niet altijd. En dan gebeurt er wel eens dat soort dingetjes, maar dat gebeurt aan beide kanten, dus dat heft elkaar ook wel weer op in zo'n wedstrijd. Kijk, druk gezet, dus de trainer Jeroen Nix die schreeuwt ook meer druk. Dat is denk ik ook goed, want je moet ze niet laten voetballen, want het is een goede ploeg, dat Kooi Kampen. Maar, dus dan moet je gewoon druk blijven zetten, om ze niet in het spel te laten komen. Ik heb even Jeroen Nix genoemd, hij is dit jaar voor het eerst de nieuwe trainer bij DOS 37. Jeroen Nix heeft zelf vroeger ook gevoetbald bij DOS. Daarna is hij trainer geworden bij Dynam en Sparta Enschede. En dit jaar is hij voor het eerst hoofdtrainer bij DOS 37. Samen met Peter Knobbe. Peter Knobbe is assistent. Samen zijn ze het technisch duo van DOS. En ja, dus, ze willen een herkenbaar voetbal spelen. Met veel druk op de tegenstander. En ja, tot nu toe pakt dat goed uit. Maar de wedstrijd duurt nog lang. Dus we zitten op een half uur, bijna 28 minuten. Kom je binnen. De bal wordt weer in het veld gebracht via een vrije trap door Jordi Brinkman. En even kijken, die bal gaat naar Donald Tomosje. Die even aan zijn hoofd voelt van dat hij geraakt is. Ja. Even een bal uit, maar nu is er ook een blessurebehandeling. Een blessure aan de kant van Go Ahead Kampen. Ik kan zo even niet zien wie daar ligt. Maar hij is al wel een van de spelers van Go Ahead Kampen. En Ronald Tomosje die voelt ook even aan zijn hoofd. Die is ook niet helemaal okselfris. Spelers gaan even aan de kant, krijgen wat instructies van de coaches. Ja, het is toch raar om zo'n wedstrijd zonder publiek. Normaal zou hier veel meer mensen staan. Ja. Okay. Veel meer supporters. En dat mis je nu gewoon in zo'n wedstrijd. En dat is gewoon heel erg jammer. Maar het is niet anders. We leven nu eenmaal in deze tijd. En alles in het kader van de volksgezondheid. En zo moet het ook. Dat is ook belangrijk. En kijken hoe lang dit nog gaat duren. Te hopen dat dit niet langer dan 3 weken gaat duren. Dat er over 3 weken we weer met toeschouwers kunnen spelen. Maar dat is nog maar zeer de vraag. Want de cijfers zijn natuurlijk daarin leidend. En die ziet er op dit moment niet zo goed uit. Dus we moeten maar kijken waar dat naartoe gaat. En hopen dat we in elk geval kunnen blijven voetballen. En dat we de competitie kunnen afmaken. Want vorig seizoen was wel een heel domper dat je dan op een gegeven moment in maart al moet stoppen met de competitie. Dat is heel erg jammer. Ronald die voelt nog even aan zijn hoofd. Ik ben niet helemaal fit volgens mij. Nou, de bal wordt weer in het veld gebracht. Blessurebehandeling voorbij. De bal wordt weer opgezet door... Ja, komt zoeken naar de nummer 11. Dus in dit geval Kees Stol. Ik heb nog niet veel gezien, Kees Stol. Misschien toch een speler met eredivisie ervaring. Maar dat zegt op zich niks. Het zijn vaak jongens die zich soms hele wedstrijd niet laten zien en in één keer staan ze er. Hetzelfde als Doefikar. Dat kan ook een speler zijn die uit het niets iets kan betekenen. In dit geval wordt hoekschop genomen door Kees Stol. Hij heeft een verleden bij Cambuur, Volendam. Nou, nog een aantal ploegen volgens mij. Dus jongen met natuurlijk die wel wat kan. De bal wordt ingebracht door... Kijk, weer een hoekschop aan de andere kant. Ik kon net niet zien, maar Patrick zal hem aangeraakt hebben. Patrick niet, het is de keeper van DOS. En die wordt nu genomen aan de andere kant door Dufika. Dus ja, dat zal ook wel een voorzet worden die voor de goal gaat. En ja, even kijken wat het hier uitrolt. Laag ingetrokken, die kan verwerkt worden door Ronald Tomosje, die de bal uitverdedigt. Maar dat wordt een ingooi aan de rechterkant van het veld. Ja, je moet zelf even de bal halen. Het gaat allemaal niet makkelijk vanmiddag. Even contact houden met Ozo. Bal wordt ingegooid door een speler van
bal wordt weggewerkt. Maar ja, wordt weer teruggebracht. Blijft het een beetje flipperkast voetbal. Kijk, een schot van Doevikar als ik het goed heb. Maar die gaat ver langs de goal. Nou, Patrick niet, het kan die bal rustig oppakken. In die hoek. Bal moet op de goal gelijk af. Ja, zo zitten we alweer op 32 minuten. Dus, nu dat rommel achterop. We gaan kijken hoe ver dit gaat. Even afwachten op de bal moet weer ingebracht worden. Kan hier Mosje. Hidden bij mij klimmen hier. Mosje Muller zoeken. Juist, dat is goed. Hidden rond de top. Jordi naar binnen. Sloppie, let op. Nu jouw dakkerbal. Sloppie, altijd. Nou, dan gaan we weer verder. Kijk, die bal kan opgevangen worden door Maarten. Ja, Maarten is niet zo groot natuurlijk. Maarten Slomp, nummer 5, Hendricks, die de bal weer voortzet. Martijn Aldot, dat hij goed voor zijn man komt. Net iets, die bal niet goed op zijn hoofd krijgt. Maar toch, hij kwam goed voor de man. Dat is al op zich al goed. Tom Smoest die bal weer naar Shaki Mohamed speelt. Shaki Mohamed die bal niet onder controle kan krijgen. Maar toch Michel Kampers kan corrigeren. Dat is ook wel een beetje zijn kracht. Direct die bal te corrigeren. En ja, net, ja, hij had hem eerder moeten sturen. Maar nu, dit is ook goed. Kijken hoor. De bal wordt overgezet naar Shaki. Shaki die gaat die bal weer. Ja, die gaat, ja, want, ja, hij wil die bevel naar binnen toe. Hij wil die actie maken. Maar gaat hem toch naar Michel Kampers. Die zet hem in de 16. En bij Maarten Slomp die kan hem net niet goed verwerken. Nee, het is buitenspel. Ik denk dat de scheidsrechter of de grensrechter gevlacht heeft. Zag ik niet zo goed, maar het is buitenspel in elk geval. Dus de bal zal weer in het veld gebracht worden of weer voortgezet worden door Koert Kampen. Weer een de opbouw. Nou, daar wordt de speler van Koert Kampen geraakt. Weer de bal, lange bal van, ja, weer het spelletje van. Maar nu is het buitenspel van Kees Stol. Dus weer, ja, toch elke keer proberen ze het via die lange bal van Laurens van Keulen. Dat is een beetje het spelletje van Go Ahead Kampen. En om dan over die laatste linie van Dos te gooien. En dan met snelheid van Hendricks aan de linkerkant. En een Doevikar die door kan komen. Dan heb je natuurlijk en een Kees Stol en een Wessels heb je natuurlijk gevaarlijke mensen die dan vrij voor de goal kunnen komen. De bal wordt teruggezet door Martijn Oldehotov. Martijn gaat een lange bal geven, kun je zo al zien. Nou, dat gaat niet helemaal goed. Menno Kamphuis die pakt die bal op. Is zoekende Menno Oud heeft die bal in de ploeg, is netjes. En dan gaat hij naar Willem van Spijker. Ja, de bal springt van de voet af. Dat is toch slordig voetballen van Ronald de Mosje. Dat moet beter, dat is onnodig balverlies. Nu wordt dat goed gecorrigeerd achterin. Nou, de bal wordt opgebracht door Tom Smoes die bal goed zet. Ja, dus ja, dit gaat er wel in, maar dit was buitenspel. Dat kon ik hier nog zien. En het was terecht, hij was al afgefloten. Dus voordat Menno de 3-0 binnen tikte, was hij al afgefloten. Dus dit feestje gaat niet door. Nee, dat is te vroeg. Maarten, juist! Al wat rustig weer rondgespeeld achterin. Nummer 2, dat is Bram van Enk, die hem inbrengt. Michael Lanting die hem opvangt. Die bal zet voor. Ja, Kees Stol, ja, dat is toch. Ja, en die hem. Kees Stol die prikt hem binnen en is 2-1. Ja. Goeie goal. Het was de voorzet van Wilbert Wessels. En die verkeerd getimed werd door Willem van Spijker. En heel goed ingeschoten werd door Kees Stol. De stand is 2-1 in de 35e minuut. Ja, dat is toch. Dat is toch een te gemakkelijk wordt zo'n goal weggegeven door Dos. Dat is toch, zie je toch dat Willem van Spijker dat moeite heeft om het spel toch daar goed te controleren. Want ja, zo'n bal mag dan natuurlijk nooit zo gemakkelijk bij Kees Stol komen. Maar ja, ik moet ook zeggen dat hij hem heel slim en goed afmaakt. Het is 2-1. Er staat nog 2-0, maar het is 2-1. Scorebord werkt hier nog niet helemaal. Misschien ook een beetje aangetast door. Ja, ik zie nu 2-1 staan. Dus. Dat is vanuit Dos oogpunt toch heel erg jammer. Want of je nou met 2-0 gaat rusten of 2-1 gaat rusten, dat is een wereld van verschil.
En ja, nu moet je nog oppassen dat je niet die 2-2 terug gaat krijgen. Want weer een gevaarlijke situatie aan de rechterkant van het veld. Nummer 15 is daarbij betrokken. Dat is Sven Hellendoorn. De bal wordt ingegooid door Michael Lanting. Michael Lanting. Ja, wordt een beetje paniekerig weggetrapt door Tom Smoes. Wordt weer in het veld gebracht door de nummer 5, Nick Hendricks. De bal komt bij Menno Kamphuis. Menno die kijkt even, die krijgt de bal op Shaki. Bal wordt weer teruggebracht. Ja. Wim van Spijker die weer moeizaam uitverdedigt, maar uiteindelijk krijgt hij niet die bal weg bij hem. Ja. Komt nu toch wat druk van Go Ahead op de goal bij Dostar. En dat, ja, Dost zal toch zich even goed moeten herpakken daar in die achterhoede. Al weggekopt. Ja. Dit is een vrije trap voor Dost. Willem van Spijker wordt weggeduwd. Bal wordt genomen door Martijn Aldehotof. Marsje Menno, hier op in. Rij op, Wilmer. Dankjewel. Lange bal, ja. Kijken we, de bedoeling is Menno Kamphuis. Kijken of Menno bij de bal kan komen. Ja, Menno ten koste van een overtreding. De vrije trap wordt genomen door Nick Hendricks. Ook een goede speler, nummer 5 van Go Ahead Kampen. Gevaarlijk aan de linkerkant. Wordt ook wel vaak gezocht. Maar krijgt niet altijd de bal. Kijk, staat nu ook weer met zijn armen te zwaaien van geef mij die bal. Ja, meneer! Ja! Nou, bekende spel van Go Ahead. Bekende opbouw. Patronen zijn hetzelfde elke keer. Lange bal op, Hendricks, maar hij gaat nog even terug. Ja, gaat zoeken. Ja, gaat hij zoeken naar Wilbert Wessels of naar Duvica, die ook heel gevaarlijk doorkomt daar aan de rechterkant. Ja, draait zich eruit ten koste van een hoekschop. Claimt een vrijheid. Ja, dat is natuurlijk geen hoekschop. Dat is natuurlijk geen penalty. Ja, dan kun je wel om vragen, meneer Duvica, maar dat gaat niet gebeuren. De bal wordt ingezet, de hoekschop. Wat slechte hoekschop, maar ook slecht uitverdedigd door Menno Kamphuis. De bal ligt weer nu bij, aan de andere kant bij keeper Terpstra van Go Ahead Kampen. Die gaat hem weer het veld inbrengen. Blijf staan, Michael, blijf staan. Nicky, hoog in Nicky. Goed staan. Ja, daar komt die bal bij Lanting. Lanting die breekt die bal in op Kotol. Ja, dat wordt heel gevaarlijk. Nou, Dost slaat, dan wordt het buitenspel gevlacht. Maar dit is dus wel heel gevaarlijk. Elke keer die dreiging van Go Ahead Kampen daar in die 16. En de bal hoeft maar één keer goed te vallen. Dost laat de tegenstander, in dit geval Go Ahead Kampen, dus iets te veel komen. Zullen zelf weer meer moeten gaan voetballen. En wat meer druk moeten gaan zetten. Op de tegenstander. Hoogte van Michel. Blijven voetballen in zo'n situatie. Het is niet altijd makkelijk natuurlijk. Wim van Spijker. Ja. Trapt de bal weg. Ja, het is een beetje hoogstaand spel, dus zoals ze dat noemen. Nou, hier wordt Michel Kamphuis getorpedeerd. Kijken, die bal wordt genomen door Martijn Aldehotof. Die trapt hem naar Tom Smoes, naar links. Het is op zich een goede actie. Ja, nee, dat... Ja, dat denkt Tom Smoes dat hij een vrije trap natuurlijk krijgt. Maar het is... de scheidsrechter die geeft dat terecht dat het andersom is. Want dat was ook zo. De bal wordt weer in het spel gebracht in de 41e minuut. Nog 4 minuten. Ik denk niet dat we veel
tijd bijgetrokken zal worden. Dat dus, denk ik, we nog ongeveer 4 minuten te spelen hebben tot aan de rust. Bal wordt ingebracht, maar onderschept door Tom Smoes. Komt bij Shaki Mohamed. Shaki Mohamed over de rechterkant. Ja, het wordt vastgehouden. Vrije trap. Ja, dat wordt vastgehouden door Nick Hendricks. Dat is natuurlijk, hij krijgt nog 1 waarschuwing. Zij zegt, die houdt kaarten nog op zak. En ik denk dat hij nog 1 keer dat doet, dan dat hij geel krijgt. Bal wil, maar ja, dat is toch, dat is denk ik niet nodig, zo'n bal. Maar het gebeurt soms nog iets te vaak, dat iets te vaak die lange bal gegeven wordt in zulke soort situaties, terwijl je hem beter in de ploeg kunt houden. Kijk, dan staat Hendricks weer vrij, die wil ook een keer de bal. We gaan naar de land in. Kijken. Nou, dus, Michel Kampers wil druk zetten, maar het signaal wordt niet helemaal opgepakt. Blijft een beetje rondspelen. Gaat Raulus van Keulen weer een lange bal geven, wat hij op zich heel goed kan. Wordt die bal daar door Sven Hellendoorn weer opgepakt en ingegooid. Laten gaan, wie komt ertussen? Van de bal die de bal heeft. Ja, goed, kijk, Michel Kamphuis die wil dat druk zetten, maar dat moet dan wel met z'n allen gedaan worden. Want als je dat in je eentje doet, heeft het weinig zin. Het signaal is wel duidelijk van de aanvoerder, van Dos. Mickey, blijf staan, blijf staan aan de hoek, Mick. Mick Hendricks. Krijgen we even weer een rondootje achterin bij Koert Kampen. Nou ja, zolang de bal daar is, is er voor Dos geen gevaar. Nou, wordt die bal weer teruggeplaatst door naar de Terpstra. Daar is keeper. Zo, daar kwam Tom Smoes behoorlijk hard inglijden. Dat zijn die kamikaze-acties waar hij zelf niet helemaal okselfris uitkomt. Hij loopt er niet lekker bij. Hij zal straks even opgelapt moeten worden in de rust. Goeie actie van Martijn Alwotov. Ja, komt de bal weer bij Tom. Nou, komt die bal. Nou, scheidsrechter fluit niet. Ja, dan gaan we door, jongens. Als hij niet fluit, moet je gewoon doorgaan. Ja. Dus vaak gaan spelers toch een beetje naar zijn scheidsrechter kijken. Maar als hij niet fluit, dan moet je gewoon voetballen. Nou, de bal wordt weer ingebracht door een speler van Kooi Kampen. Ja, die bal gaat verkeerd. Dus hier moet je even Menno Kamphuis, ja, even geven. Ja. Kijken wat er hier gaat gebeuren. Dit kan nog wel eens een gevaarlijke situatie worden. Nee. Het wordt uiteindelijk verwerkt door Michael Lanting. Die bal net voor Menno Kampers wegtikt. Dus, had Menno zo maar vrij kunnen staan. Dus is hij voor die bal weer heel ongelukkig weggetrapt door Willem van Spijker. Ja, dat is toch een beetje jammer. Want... Nee, dit was volgens mij geen ingooi. Maar ja, dat krijg je dus. Dat bedoel ik net. Net gebeurde het aan de andere kant. Nu gebeurt het hier. Daar heb je ons met grensrechters van de clubs. Dat is dan jammer dat zo'n wedstrijd niet... Die verdient eigenlijk neutrale grensrechters. Maar ja, dat kan helaas niet altijd. En dan krijg je dit soort situaties. Jammer. Maar het hoort erbij. Nummer 11, Kees Stol. Doet geen trap te veel. Kun je echt zien van hij loert op de kansjes. Echt zo'n jongen uit het betaalde voetbal. Maar als hij er moet staan, dan staat hij er natuurlijk. Wordt die bal overgeschoten door Michael Lanting. Ik denk dat we zo naar de rust gaan. Er staat 45 minuten op het bord. Ik verwacht niet veel tijd bij dat erbij getrokken wordt. Er zijn niet echt veel op en nood geweest. Behalve die ene keer dan aan de zijkant van Wessels. Maar voor de rest is er niet veel op en nood geweest. Dus ik denk dat we zo gaan rusten. Met een 2-1 stand voor Dos. Ik denk dat hij zo gaat fluiten. Nog even een uittrap van de keeper. Nou ja, hij heeft er nog niet helemaal zin in om af te fluiten. Ja, goede bal. En dat kan nog jammer. Jammer dat Menno Kamphuis hier niet iets meer uit kan halen. Want er was een goede actie van Michel Kamphuis op het middenveld. De bal kwam net niet goed bij hem uit. Bal wordt toch nog even... heeft toch nog... wordt toch nog iets langer doorgespeeld dan ik denk. De bal wordt door Dennis van der Wal op Duvica. Dat is nog een gevaarlijke bal hier vlak voor rust. Ja, dan krijgen we toch nog een hoekschop. Nou, waarom die commotie is, ik kon het niet helemaal beoordelen. Volgens mij was het wel een hoekschop, maar schijnbaar dat er toch iets anders aan de hand was. Maar dat kan ik niet helemaal beoordelen.
In ieder geval krijgen we nog een hoekschop van Go Ahead in de slotfase van de eerste helft. En, ja. Nou, wordt weggestompt door Patrick Nietert. Wordt weer opgebracht door Duvikar. Wordt er weer ingebracht. Wordt afgevlacht hier, maar wordt ook gevangen door. En dan wordt hij opgevangen door de scheidsrechter. We gaan hier rusten met een 2-1 stand. En ik spreek u straks in de tweede helft weer.
Ja? Goedemiddag voor de tweede helft van de wedstrijd DOS 37 Kooi Kampen. We gaan zo weer beginnen. Het is nog even rust. Ja, dat was toch een tweede helft, of toch een eerste helft die waar DOS heel goed begon, de eerste 20 minuten. En het laatste gedeelte toch een beetje uit handen gaf aan Go Ahead Kampen, die wat sterker opkwamen zetten. En ja, dat kan dus nog een hele spannende tweede helft worden, die wedstrijd die nog lang niet beslist is. En de eerste 10 minuten van deze wedstrijd kon je al zien dat het een hele spannende wedstrijd zou gaan worden tussen twee ploegen die ook best aan elkaar gewaagd zijn. Allebei spelen ze een ander spelletje. Go Ahead Kampen meer vanuit de verzorgde opbouw en DOS toch meer vanuit het druk zetten en dan de bal veroveren op het middenveld en dan naar die goal toe en zo snel mogelijk die spitsen zoeken. Het is toch bij iets een andere spelopvatting, maar het is ook wel leuk om te zien. Het is in elk geval hier nog niet gespeeld op het sportpark in het midden. Het weerbeeld ziet er ook wat dreigender uit. Het schijnt nog te gaan regenen vanmiddag. Maar we hopen dat we het zo lang mogelijk droog houden. Spelers van Go Ahead Kampen komen weer het veld op. De spelers van DOS zitten nog even in de cabine. Dus daar is nog even het wachten op. Ik heb aan het begin van de wedstrijd even de wissels, kon ik niet even goed doorgeven van DOS, maar ik zal ze even noemen. Dat is Lars Kikkert, Klen Jansen, Wietse van Spijker, Stan Tempert en Jordi Dijkhuis. Nummer 2 is eruit bij Kamp en nummer 3 komt erin. Bij Go Ahead Kampen hebben we een wissel met nummer 2 Bram van den Enk. Die gaat het veld verlaten en daar komt voor in zijn plaats met nummer 3 Nick Kuipers. En wat DOS betreft zie ik geen wisselingen. Ik heb net de wisselspelers wel even genoemd. Dus. Maar er is nog geen wijziging plaatsgevonden bij DOS. Die spelen nog met dezelfde 11 als de eerste helft. Bij Go Ahead Kampen dus 1 wissel, de nummer 2 Bram van den Enk heeft het veld verlaten voor de nummer 3 Nick Kuipers. Hij staat weer op punt te beginnen. Menno Kamphuis die gaat die bal zo weer in het spel brengen. DOS zal nu gaan aftrappen in deze spannende wedstrijd. Helaas zonder publiek. Deze wedstrijd verdient eigenlijk publiek. Maar ja, we weten het verhaal. We kennen het allemaal. We moeten ermee dealen. Menno die trapt af. We gaan verder voor de laatste 45 minuten. Oftewel de tweede helft. Jordi Brinkman die komt die bal weer opzetten. Gaat die bal weer met een lange trap naar voren naar Ronald de Mosje. Nou, misschien begint DOS weer net zo'n wedstrijd als de eerste helft. Dan zou voor DOS heel mooi zijn. Voor Go Ahead Kampen minder natuurlijk. Dan komt de bal bij Martijn. Maar Martijn die verliest de bal aan Kees Stol. En die komt bij Wilbert Wessels. En die gaat, die bal die komt bij nummer 6, Michael Lanting. Ja, die bal wordt heel goed doorgezet op de... Ja, het is een gevaarlijke actie van Go Ahead Kampen. Die beginnen meteen, de toon is gezet. Die komen meteen goed door en direct in het begin van de eerste helft. Nou, kijken of DOS dit ook kan. Kijk, Maarten Slomp die de bal heeft. Maarten Slomp gaat naar Hidde Boers. Hidde die verplaatst de bal naar de rechterkant van het veld. Daar staat Shaki. Kijken of Shaki weer een actie in huis heeft. Zoals zo vaak. Ja, dat is hij wel van plan. Nee, helaas. Hij vliest de bal. Wordt onderschept. Net aangetikt, kan hij bij die bal komen. Nu wel Tom Smoes. Ja, die kan die bal naar Hidde Boers, maar dat lukt net niet helemaal goed. Nou, de trainer die gaat even alles goed rechtzetten hier aan de kant van DOS. Ja, alles is natuurlijk door, als het weinig publiek is, ook alles is beter te volgen. De normaal dingen die je normaal niet hoort, die hoor je nu wel. Het is heel apart, wedstrijden zonder publiek.
Jacky Mohamed aan de kant. Ja, die gaat de bal over de hele as spelen naar Jordi Brinkman. Aan de linkerkant van de bal pakt die bal goed op. Gaat die bal weer voortzetten. Nou, ze kapt een eerste mannetje uit. De Wilbert Wessels in dit geval. Dat doet hij knap. Dit doet hij ook heel knap. Ja, dat is jammer. Het is heel jammer dat Maarten Somp die bal niet mee kan krijgen. Want anders zou het een hele gevaarlijke actie kunnen worden. Maar er was een goede actie van Jordi Brinkman aan de linkerkant van het veld. De bal wordt weer door nummer 24. Dat is Laurens van Keulen in het veld gebracht. Hij gaat naar rechts. Naar... In dit geval naar Wilbert Wessels over de bal. Ja, dat is de spits die toch... bij die bal wil komen, maar dat niet lukt. Wordt afgetroefd door twee dossers. Ja, die wordt goed in het spel, maar ja, dat komt net niet. Ja, dan springt Maarten Slomp onder de bal door. Toch een beetje ervaring, want die nummer 4 die doet het net iets slimmer. Ja, even kijken, gaan ze. Het is toch, ja, ze houden. De bal wordt verwerkt door Willem van Spijker, die bal naar voren rost onder het motto van vrouwen en kinderen eerst. Maar daar is nu nog te vroeg voor die gedachtegang, want we zitten nog maar in de 47e minuut. Dus DOS zal toch moeten gaan voetballen. En de bal voor zoveel mogelijk in eigen ploeg zien te houden, want anders dan wordt het nog een heel lastig verhaal. Kijk, die bal, ja. Ja, die bal. Christol die wordt afgevlagd door de grensrechter. Staat buiten spel. En Tom Smoes die kan die bal, ja, die passeert heel goed. Twee man. Ja. Hij wordt neergelegd door de nummer 12. Hij houdt de kaarten op zak. Is niet skeuter met kaarten. Hoeft dat voor mij ook niet hoor. Maar dit is ook geen gele kaart vind ik zelf. Maar... hij is er ook niet echt skeuter mee. Maar op dit moment leidt de heer Spoon de wedstrijd keurig. Kijk, een bal van Jordi Brinkman. Op, ja, hij wordt afgevlagd hier door... Nee, het was geen buitenspel. Dus als deze, dat is een hele gevaarlijke actie. Menno Kampuis die op de lat kopte. En als die bal in de kruising was gevallen, was het wel 3-1 geweest. Want de grensrechter vlagde wel, maar de scheidsrechter overroelde hem. Dus het was, dit was jammer. Jammer wat DOS zicht betreft. De bal wordt weer in het spel gebracht door de routinier Marco Lanting. Nummer 6 van Go Ahead Kampa. Ja, druk zetten. Ja, DOS gaat weer iets meer druk zetten op de bal. En dan hebben ze meteen toch moeite mee, Go Ahead Kampa. Daar zijn ze niet, is niet van gecharmeerd. Maar komen er op die manier wel ruimtes op het middenveld. De bal wordt slecht ingebracht door Lanting. Ja, Maarten Slomp die een hele mooie actie in huis heeft. En aan de rechterkant Hidden Boers vrij speelt. Die, ja, kijken of die nog, die zit die bal voor. Nou, niet die bal is net, kan net niet bij Menno Kampuis komen. Wordt opgevangen door Jacky Mohamed aan de rechterkant. Die gaat wel zijn actie maken. Misschien dat het nu lukt. Hij komt dicht bij de goal. Hij gaat draaien. En nog een keer draaien. Ja, dit kan hij. Ja, is het? Ja, hij draait zich vast. Helaas verliest de bal, verliest zicht op het bal. Maar je ziet toch dat het een goede speler is. Nou, dan komt de bal in onze buurt. Ja, de bal moet even opgepakt worden door speler van Go Ahead Kampa. De nummer 10 Wilbert Wessels. We gaan weer voetballen. Dan zijn we 50 minuten, stand 2-1. Nog steeds in het voordeel van DOS 37. Ja, dat wordt een hele gevaarlijke actie aan de linkerkant waar Doefikar zich vrij speelt. Een gevaarlijke speler is dat ook, goede voetballer. Volgens mij heeft het ook een betaald voetbalverleden. En dat zie je toch wel terug in die jongens. Die hebben toch net dat beetje extra in het spel zitten vaak. Beetje dat gochma, zoals ze dat noemen. Paul wordt weer in het veld gebracht door Hendricks. Ik weet niet wat er nu aan de hand is, maar... Volgens mij is er iets in wat hier aan de hand is, weet ik niet. Er is iets bij de goal niet goed. De scheidsrechter die is, legt de wedstrijd even stil. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Een gat in het veld hoor ik hier achter mij op de schaarzame mensen die hier nog op de tribune zitten zeggen. Maar ik heb even geen idee wat hier aan de hand is. Dus de scheidsrechter loopt nu naar de kant van DOS toe.
Oh, daar ligt er is een gat in het veld. Dus dat is natuurlijk wel even een gevaarlijke situatie. Het is goed dat hij dat even aankaart, want we moeten natuurlijk geen ongelukken krijgen hier. Ik weet niet wat daaraan gedaan wordt. Er zal de treinbeheerder wel in actie moeten komen. Maar we liggen nog even stil. We gaan wel verder weer. Het schijnbaar dat er wel gevoetbald kan worden, maar hij wil het alleen even mededelen, denk ik. Nou, dat is op zich een goede actie van de scheids. Nou, iedereen is even aan het kijken wat er nu gaat gebeuren. Komt er nog een mannetje? Komt er geen mannetje? Ja, er komt iemand met een schop. Die komt eraan. En die gaat het gat dichten. Zoals we dat dan gaan noemen. Ja, dan moet de grensrechter nog in actie komen. Nou, die kan ook nog even zijn kilometertjes maken, wou ik haast zeggen. Nou, het gaat lekker hier. Nou, dan gaat toch, gaan we even verder. Nou, nee, dat was even om het even op te... Ja, even een... 1-2 tussen de grensrechter en de treinbeheerder. Nou, we moeten even... Het spel ligt even stil, want natuurlijk kunnen we geen ongelukken krijgen. Dit is veiligheid boven alles. En dit is ook heel goed dat de scheidsrechter dit even onderbreekt. Want ongelukken moeten we niet hebben. Het weer wordt er ondertussen ook niet beter op. Het begint langzaam te regenen, te miseren. En ik hoop niet dat dat invloed zal hebben op het spel. Want het begint ook behoorlijk donker te worden hier. Dus ik denk dat we nog wel meer regen krijgen. Maar we zullen het mee gaan maken. Ondertussen zijn we nog steeds niet aan het voetballen. Het ligt in 53 minuten, dus er zal... Ik denk wel 5 minuten sowieso door deze situatie bijgeteld worden. Ik denk dat dit wel minstens 5 of misschien nog wel langer geduurd heeft. Nou, sowieso al 5 minuten. Nou, dat is nog steeds niet klaar. Hij wil natuurlijk eerst zekerheid hebben. Nou, hij stampt even aan, kijkt of het goed zit. Het zit schijnbaar goed. En de heer Spoon die denkt van, ik vind het oké, het kan verder. Nou, dan gaan we hier verder. Nou, we gaan verder met een ingooi van Go Ahead Kampen aan de linkerkant van het veld. Schijnbaar is het toch nog niet helemaal goed, want er moet nog iets zand bijgegooid worden. Ik dacht dat we konden beginnen, maar dat is toch niet helemaal, helemaal correct. Maar nu moet het dan toch goed zijn. De keeper die het nog even aantrekt. Ja, nu mag het weer beginnen. We gaan dus verder met een ingooi aan de linkerkant van het veld door Hendricks. Die bal voorzet. De bal wordt opgevangen door in eerste instantie Hiddeboer. Dat gaat niet helemaal goed. Martijn Oldehoff die hem wegkoopt. Wordt weer ingebracht en weer uitgeschoten. Kijken of die bal eroverheen kan vallen. Nee, die wordt teruggekopt door Go Ahead Kampen. Nick Hendricks. Die pakt die bal op Wilbert Wessels. Gaat naar nummer 15, dat is Sven Hellendoorn. Die hem de rechterkant voorslingert. Ja, dat is nog wel een gevaarlijke bal. Hij komt bij Willem van Spijker, die een beetje paniekerig weer uitverdedigt. Dat is jammer. Maar ja, aan de andere kant was het ook een moeilijke bal. Wordt weer ingebracht door Hendricks, dus we zitten een beetje in eenzelfde cirkeltje te spelen. De bal wordt ingebracht en wordt weer weggekopt door Martijn Oldehoff. Ja, dat is jammer dat Maarten Slomp dan een beetje klein is, want ik kan niet bij die bal komen. En dat is elke keer natuurlijk de onderliggende partij in zo'n situatie. Maar ja, daar moet hij het ook niet van hebben. Hij moet van andere, hij heeft weer andere kwaliteiten. Nou, dan wordt die bal opgebracht door de nummer 3, dat is nummer 4. Ik kon het even niet zo snel zien. Nou. Kijken wat die bal, hensbal in iets voor de 16 van Go Ahead. Ze krijgen een vrije trap aan de kant van Dos. Zal genomen worden door Martijn Oldehoff. Zal wel een poeier naar voren worden, schat ik zo in. Martijn kennende. Kijk, dat dacht ik al. Maar
Martijn die brengt die bal in. Die bal die komt bij Hiddeboers. En die pakt die bal op. De bal wordt heel makkelijk, laat zich heel makkelijk in de luren leggen door Michael Lanting. Dat is niet, nou, herstelt zich goed. Nou, dat is in elk geval goed. Nee, dan gaat hij de bal over de lijn. Maar hij liet zich te gemakkelijk in de luren leggen, Hiddeboers. Maar hij herstelde zich daarna wel goed. Laten we het positief eindigen. Nou, kijk, de bal ligt weer in de verdediging. Nou, Dos zal druk moeten blijven zetten nu, want dit vinden ze niet leuk. Nou kijk, als ze druk blijven zetten, want daar heeft Go Ahead echt een hekel aan. Dus ze willen verzorgd voetbal spelen achteruit. Ze moeten, als je druk op ze gaat zetten, komen ze toch vaak in de problemen. Dat is toch wel een beetje het spelletje wat je tegen ze moet spelen. Je moet ze niet laten voetballen, want dan hebben ze allemaal wel een kwaliteit in huis wat heel veel voor dreiging zorgt. Het weer weer de opbouw van Go Ahead, wordt onderschept door Shaki Mohamed. Ja, dat komt toevallig goed bij Roland Tomosje. Nou, dat is een beetje met toeval, maar het gaat goed. Nou, ja, nu wordt hij gegeven. Ja, heel goed gegeven door Hiddeboers. Dat was ook de enige actie op Tom Smoes. Helaas had die bal niet goed voor. Dat is jammer dat die voortzetting dan niet goed is. Want op zich was dat natuurlijk een hele mooie actie geweest. En als die bal goed voor was gekomen, had daar een hele grote kans uit kunnen ontstaan. Dat is jammer. Maar we zitten alweer aan de andere kant. En moet oppassen, Dos, dat dit... ja, dit is gevaarlijk. Ja, goed weggewerkt door Willem van Spijker. Maar het is natuurlijk heel jammer dat zo'n bal niet voorgaat van Tom Smoes. Want daar kan zomaar een hele gevaarlijke doelrijpe kans uitkomen. Dat zie je in het voetbal vaker, dat net die laatste bal dan niet goed valt. Goed gezien van Hiddeboers, die Tom Smoes goed wegstuurde. Die bal, ja, dan moet je hem wel wegtrappen, Willem van Spijker, dat doet hij ook. Maar ja, in het niemandsland en komt dan toch weer bij een speler van Go Ahead Kampen die hem op kan brengen. De nummer 6, Michael Lanting, die hem in gaat brengen, maar daar is de keeper zit daarbij. Het is ook slordig gevoetbald van Go Ahead Kampen trouwens. Nou, een lange trap van Patrick Nietes. Kijken waar hij gaat. Ja, daar wordt dan. Donald Tomosje wordt hier onderuit gelopen. En dan wordt achter mij geschreeuwd. Ja, natuurlijk wordt er dan een penalty geclaimd. Maar ja, voordat een scheidsrechter daarin trapt, gaat niet meer zo gauw gebeuren, denk ik. En ik zou hem denk ik ook niet geven, als ik heel eerlijk moet zijn. Dus wat dat betreft. Ja, het wordt. Ja, dit was wel buitenspel. Het wordt natuurlijk hierachter een beetje subjectief geschreeuwd, wat nooit. Maar het was wel buitenspel, om eerlijk te zijn. Dus, en het is tegenwoordig zo in voetbal dat een grensrechter pas moet vlaggen wanneer de situatie al afgelopen is. Dus dat is soms wel heel frustrerend. Dan denk je dat hij door mag, maar dan mag hij toch niet door. Maar dit was wel gerechtigheid. Nou, er wordt goed weer druk. Nee. Ja, dit was wel een overtreding van Tom Smoes. Nou, we krijgen een opstootje tussen Lanting en Smoes. Dat is ook niet nodig, jongens. Hou het rustig. Keep it cool. Ja, nu wordt Michael Lanting. Die moet ook even bij de scheids komen. En Tom Smoes kijken wat er nu gebeurt. Ze gaan ze allebei even toespreken. Nou, we krijgen een vermanend woordje, denk ik. Dat ze het niet weer mogen doen. Nou ja, dit is denk ik de beste oplossing ook. Nou, handshake en verder. Nou, gaan we verder met deze wedstrijd. Ja. Jordi de Brinkman die bal een beetje rommelig uittrapt, zeg het maar. Laat ik het even zo noemen. Jammer, want dan sta je meteen weer onder druk. Nou, de nummer 6 gaat even overleggen met de trainer van Dos wat er aan de hand is. Nou, Michael Lanting is nog niet even over zijn frustratie heen. Want hij is nog wel aan het roepen tegen de trainer van Dos. Dat is ook niet nodig. Maar laten we het leuk houden vanmiddag. Ja, de bal die komt bij Michel Kamphuis. Kijk, Ronald Tomosje die hem terugtrekt. Ja, hij moet vooruit natuurlijk. En, nou, dat is een goede bal. Goede opening. Goed opening op Tom Smoes. Ja. Nou, goede bal van Tom Smoes op Hiddeboers aan de linkerkant van het veld. Ja, dan moet Hidde natuurlijk draaien om voor zijn goede been te krijgen. Ja. Nou, ga door.
Even kijken, er wordt hier ook genoemd, ja, dat blijft hier even hangen. Nou, die bal die komt tussen twee spelers in. In dit geval pakt Hidde Boers hem weer. Draait goed weg bij Lanting. Ja, hij moet dat met zijn andere been, ja. Komt daar goed uit. Wordt, de bal wordt goed ingebracht door Michel Kamp, maar hij verliest toch die bal. En nou gaat hij, ja, Martijn goed instapt. Goede actie van Martijn. Kijk, alle rust. Ja, even goed, goede actie van Martijn Oldholthoff. Shaki Mohamed die bal inbrengt, maar dat gaat net niet helemaal goed, want die bal die is te kort. Ja, de bal die wordt weer opgebouwd aan de rechterkant van het veld. Ja, het is een goede actie van Maarten Slomp om dat spel te onderbreken. Goed van Michel Kamphuis. Ja, ja, dan is de bal weer kwijt. Dat is toch jammer, je moet iets langer in de ploeg houden. Ja, hoogstaand spel zullen we maar noemen dit even. Nou, de bal wordt weer ingebracht door Willem van Spijker. Weer gaat hij naar Michel Kamphuis. Michel Kamphuis naar Shaki Mohamed. Shaki Mohamed brengt die bal naar de overkant. Ja. Kijk, komt net niet bij Hidde Boers. Nee, dat gaat niet goed. Die wordt onderschept door Michael Lanting op het middenveld. Ja, dat doet hij goed. Draait goed weg bij zijn tegenstander. Aan de linkerkant wordt hij weer ingebracht. Hoog ingebracht. Martijn Oldholthoff die goed bij die bal zit. En dan wordt hij weer naar voren gebracht door Willem van Spijker. Ja, daar zit Jordi Brinkman heel goed tussen. Ja, dit is jammer. Dit is heel erg jammer wat Van Dost zijde althans bezien. Want als die bal goed bij Maarten Slom komt, kan hij zo doorlopen naar de keeper. En dat gebeurt dan niet. Ja, Michel Kamphuis die net iets te laat is met die sliding. Nou, deze bal is ook niet goed van Michael Lanting. Ja, het is een beetje een foutenfestival op dit moment. Het gaat over en weer een beetje fout. En het is een beetje slordig van beide kanten. Laten we het op de spanning gooien. Natuurlijk 63 minuten, 2-1 voor DOS. Maar best is nog lang niet gespeeld. Ja, dan gaat Tom Smoes die bal op kan vangen. Die kan hem nu, die gaat nu de linkerkant de vrije hoek in. En als hij hem goed, nou is het goed voorzet. Ja. Oh, dit is erg jammer. Dit is erg jammer, want dat, voor hetzelfde geld was dit een doelpunt geweest. Hij kwam net niet bij Menno Kamphuis. Nou, dan krijgen we... Nee, geen hoekschop. Dit was heel erg jammer. Dat, die bal was net iets te hard voor Menno Kamphuis. Anders hadden we hier zo 3-1 op de scorebord gehad. Dat was heel erg jammer. Op zich was dit wel een goede voorzet. En, alleen, ja, die bal is er net iets te hard. En daar moet je soms ook een beetje geluk mee hebben. Dat er die bal net goed valt en dat Menno Kamphuis hem in kan knikken. Dan is het 3-1. Maar het is, zo is het niet. Het is 2-1. De wedstrijd blijft gewoon heel erg spannend. DOS heeft wel weer iets meer controle op dit moment, maar dat is nog maar heel fragiel. Kijk, Jordi Brinkman die bal weer op gaat zetten als het goed is. Ja, ga die bal naar binnen brengen naar Shaki Mohamed. Ja, goede bal hoor. Die brengt hem naar Menno Kamphuis. Tenminste, Menno Kamphuis kan erbij komen. Ja, dit is goed gevoetbald van de kant van DOS. Even kijken naar de... Nou, zou hij naar de rechterkant, daar loopt het helemaal vrij. Ja, nou. Ja, hij kan hem meekrijgen. Oh, dit was toch een kans voor Maarten Slomp. Die aangespeeld werd door Shaki Mohamed in de 16. En net niet het vizier op scherp had. En de rechterkant van de goal schiet. Ja, dat is toch heel erg jammer. Nou, op dit moment de uitval van Go Ahead Kampen. Maar die wordt goed geneutraliseerd door Martijn Oldholthoff. Nou, kan DOS weer beginnen aan aanval. Op dit moment is DOS toch sterker. Maar ja, dat moet je eigenlijk van profiteren. Nu krijgen we een wissel. In de 65 minuten gaat Tom Smoes het veld verlaten. Ik denk dat hij licht geblesseerd is. Of, Tom Smoes gaat het veld verlaten. Of gaat niet? Nee, die gaat niet het veld. Maarten Slomp, Nee, Maarten Slomp gaat het veld verlaten. En voor hem komt de andere Wietse van Spijker. Dan hebben we twee van Spijkers in het veld. Dus Maarten Slomp die versliet het veld. Ik dacht even Tom Smoes, omdat hij ook naar de kant liep. Maar die blijft gelukkig erin.
Want die is goed aan het spelen. En Maarten Slomp verlaat het veld en wordt vervangen door Wietse van Spijken. Dat is meer, toch meer, Wietse is meer een verdedigende speler natuurlijk. Meer iets verdedigend ingesteld dan Maarten. Maarten is echt een aanvaller. Wietse is meer middenvelder. Ja, verdedigende middenvelder. Dus iets meer zekerheid inbouwen. Ja, kan. Moet je dat nu al doen? Is dat nu nodig? Ja, dat zijn allemaal vragen die straks beantwoord zullen worden. Maar het is in elk geval de eerste wissel aan de kant van DOS. Nou, goed jagen van Ronald Tomosje. Kijk, daar hebben ze een hekel aan. Als ze... Nee, ja, helaas, die bal komt net die bij Menno Kamphuis die over de finale over de bal heen maait. Nou, er komt toch gevaarlijke Wilbert Wessels. Die blijft gevaarlijk daarvoor. En is niet, moet je geen seconde uit het oog verliezen. Kan er niet zijn goaltje maken. Nu is er een blessure aan de kant van DOS. Nou, we hebben een... bal wordt weer ingebracht door nummer 15, dat is Sven Hellendoorn. Rechterkant van het veld, vlak bij de dugout van Go Ahead Kampen. Komt bij Wilbert Wessels, staat goed. Doet dat netjes trouwens, draait knap weg bij Willem van bij Jordi Brinkman, volgens mij was dat. Bal wordt ingebracht. Patrick moet die bal hebben, ja. Patrick, niet het wordt hier geroepen. Ja, nee. Maar dat was even een paniekerige situatie. Michel Kampen ziet die bal goed weggehaald. Gaat even mijn microfoon wat mis, maar... Ja, dan nog weer een gevaarlijke situatie. Ja. Er wordt hier weer voor een grote commotie hier achter mij, want er wordt hier geschreeuwd voor buitenspel. Terwijl maar de vraag is of dat buitenspel was, ja. Dus altijd een beetje dus, tricky met die grensrechters van eigen clubgrensrechters. Ik ben daar zelf niet zo voorstander van. Maar ja, het kan helaas niet anders in deze eerste klasse. Soms zijn er wedstrijden die kunnen gespeeld worden met neutrale grensrechters. Zoals vorige week in Wierden werd er gewoon gespeeld met neutrale grensrechters. En dat is veel mooier. Dit keer is het niet zo. En dan krijg je soms van die vervelende situaties. Maar nogmaals, dat gebeurt aan beide kanten. Dus dat heft elkaar in een wedstrijd ook wel vaak op. En dit was ook weer zo'n twijfelgeval. Ik kan het niet beoordelen van deze kant exact of het nu wel of geen buitenspel was. Hij stond heel geresoleerd met de vlag in de lucht. Ja, wat is het dan? Zeg het maar. Ja, Tom Smoes die goed aan het jagen is op de bal. Dat moet ook, want daar hebben ze een hekel aan. Ja, Michel Kamphuis ook. De bal gaat denk ik over de achterlijn. Ja, of de zijlijn bedoel ik. Dat is toch winst voor DOS door druk op die mensen te zetten. Ja, er komt nu een wissel. De nummer 8, dat is Niek van Enk. Die komt in het veld. En ik moet even kijken dat is in de 69e minuut, wie het veld gaat verlaten. Ik heb even niet in beeld wie dat is. Dat is de nummer, nou laat hij even zich omdraaien. Dat is nummer 12, dat is Niek van der Kooi, die gaat eruit. Dus we hebben, Niek van Enk voor Niek van der Kooi. Aan de kant van Kooi Kampen. Nou, de nummer 10, Wilbert Wessels weer hier aan de kant. Wordt onderschept door Hidde Boers. Nou, Hidde kan net niet bij die bal komen. Wordt weer ingebracht door Doefikar. De nummer 7 aan de kant van Go Ahead Kampen. Wordt weggekoopt door... in dit geval is dat Jordi Brinkman. Nou, Hidde Boers die zich daar goed uitvoetbalt. Geen vrije trap. Nee, er was niks bij. Maar was wel goed gedaan op zich. Goed onder de druk weggevoetbald. Bal is aan de linkerkant van het veld. Ja, komt daar heel gevaarlijk vrij. Dit kan nog wel eens een hele gevaarlijke actie worden voor de goal van DOS. Ja. Ja, krijgen we weer een strafschop. Ja, tegen. Ja. Weer een strafschop, maar ik denk dat die sliding ook net te laat ingezet wordt. Ik weet even, kon even niet zo snel zien wie het was. Maar het is weer een strafschop. Weer een strafschop tegen. En
Ja, ik moet eerlijk zeggen, van uit mijn optiek kan hij hem geven en is het ook terecht. Ik weet even niet wie nou te laat was. Volgens mij was het Willem van Spijker of Jordi Brinkman. Maar ik denk dat het Willem van Spijker was, maar ik weet niet helemaal zeker. Dat kon ik net even in de snelheid niet zien. Maar ik weet wel wie hem gaat nemen. Dat is, even kijken, dat is Wilbert Wessels, de spits. Wietse van Spijker, ja, ik word gecorrigeerd en zeer terecht. Wietse van Spijker die te laat was en de man onderuit haalde. Ja, ik kon net niet even zien, ja, lijken nogal op elkaar, Willem en Wietse. Maar in elk geval gaat Wilbert Wessels die strafschop nemen. Ja, dat is dan heel jammer en heel zuur voor DOS. Weer een strafschop, ja, je wordt er gek van. Zo vanuit DOS kant gericht. Vorige week ook al 2 en nu weer 1. Maar ja, Wilbert Wessels staat zeer geconcentreerd achter de bal. Scheidsrechter die fluit en gaat hem nemen. Ja, hij wordt feilloos ingeschoten. Het is hier 2-2 op het Sportpark in het midden in Friesenveen bij de wedstrijd DOS 30 Go Ahead Kampen. En weer is het een dekselse strafschop. De derde al dit seizoen in 3 wedstrijden die DOS tegenkrijgt. Ja, en dat is jammer. Het is zuur, maar het is voetbal en we moeten verder. Maar de wedstrijd is nog niet gespeeld. Het kan nog. En DOS moet gewoon niet het hoofd laten hangen. En dit is gewoon heel jammer, maar de stand is hier 2-2. Terwijl er eigenlijk niet veel aan de hand was voor DOS, want de Go Ahead zat helemaal niet in de wedstrijd, vond ik zelf. En ja, toch maken ze dan die 2-2 uit een strafschop. En nogmaals, ik denk dat die terecht gegeven werd. Wietse van Spijker was gewoon te laat. En dan, als je dan zo'n overtreding maakt, dan weet je dat de scheidsrechter hem op de stip kan leggen. En, ja, dat is jammer. Shaki die Mohamed die zich heel mooi vrij speelt zelf. Maar dan net zijn hand overspeelt een beetje. En dan net iets te veel wil en dan die bal verliest. Maar toch, toch heeft hij heel veel dreiging in zijn spel. En is er echt een aanwinst voor DOS. Nou, nu wordt die bal even ingebracht door Michel Kamphuis. Dan wordt die bal weer opgevangen door Terpstra, de keeper van Go Ahead Kampen. Nou ja, nu staan we weer waar we begonnen zijn. 2-2, dus krijg je hier nog een spannende 20 minuten. Want ik denk dat er nog wel zeker 20 minuten gespeeld worden. We hebben nog heel wat blessuretijd voor dit oponthoud met het veld, dat gevalletje veld, zeg maar. Dus het zal hier nog wel even doorgaan. Ja, nog weer aan de linkerkant van het veld. Daar ligt toch gevaar. Nu kan hij hem niet binnenhouden. Wordt hij afgevlacht. Zal hij over de lijn zijn. Maar daar ligt toch wat ruimte daar bij Go Ahead Kampen. En daar, elke keer komt die nummer 11, dat is toch die Kees Dekselse, Kees Tol, die komt daar gevaarlijk door. Je ziet hem bijna niet, maar af en toe zie je hem en dan is hij bij 2 goals betrokken. Eerst bij die maakt hij hem zelf en die tweede, dat is hij eigenlijk ook. Hij schiet die penalty dan zelf niet in, maar hij is er wel grotendeels bij betrokken. Dus het is toch een speler die wat extra's brengt voor Go Ahead Kampen. Kijken, Jordi, heel goed opgesteld van Jordi Kampen. Jordi Brinkman, dat doet hij toch elke keer goed. Nee, dan wordt die bal, Nee, is geen cornerbal. Die bal wordt het laatste aangeraakt door een speler van Go Ahead Kampen. Die bal zal ingebracht worden. Nou, dan kunnen we, deze wedstrijd kan nog, dat is een cliché, maar nu kan hij echt alle kanten op. Want twee ploegen doen elkaar niet veel. Het is weer een gevaarlijke actie aan de linkerkant van het veld. Ja, en dan wordt die bal, die komt bij Tom Smoes, wou ik zeggen, maar die verliest hem ook weer. Ja, daar komt hij. Dit is jammer, want die. Even kijken. Ja, die wordt dan veel te langzaam ingeschoten. Maar we krijgen hier een behoorlijke blessure bij Go Ahead. Ik hoor het geschreeuw, dat kun je natuurlijk nou heel goed horen, omdat er weinig publiek is. Bij Dufika, die krijgt dus ook een blessurebehandeling. Maar dit was toch wel weer even een gevaarlijke situatie voor de goal van Go Ahead Kampen. En daar had DOS iets meer uit kunnen halen. Vooral die laatste bal van Ronald Tomosje, die had wel iets meer, iets beter en strakker gekund. Vanuit DOS ogen gericht. Dan krijgen we zo een hoekschop, maar het zal eerst even een blessurebehandeling zijn aan de kant van Go Ahead Kampen.
Doefikar die wordt even behandeld. Ja, hij heeft behoorlijk veel pijn volgens mij. Maar soms valt dat ook nog wel mee. Je hoort wel eens vaak spelers enorm schreeuwen en dan valt het later nog wel mee. Tenminste, maar ik weet niet. Lijkt nu ook het geval te zijn dat het nog wel meevalt, gelukkig. Kan hij zo, hij staat weer op, hij hinkt nog wel. Ik zal even naar de kant moeten, dat is natuurlijk de regel. Voordat die hoekschop genomen gaat worden. Ja, die hoekschop wordt nu genomen door Tom Smoes. Zet die bal heel mooi voor. Ja, die bal komt net niet. Ja, die bal kan net niet opgevangen worden. Nee, dit is slordig voetbal. Ja, Doefikar mag er weer in. De scheidsrechter zag het een beetje laat, maar hij mag weer in het veld. Dus het is gelukkig wat hem betreft ook allemaal goed afgelopen. Het kan allemaal weer verder. Nou, die bal wordt opgebracht door Dennis van der Wal. Dat is de aanvoerder. Maar ik weet niet goed waar hij met de bal heen moet. Ook Koert Kampen. Nou. Oh, wat krijgen we nu dan? Ja. Ja, dit is een beetje. Een beetje een opstootje tussen. Kijk, Laurens van Keulen en Menno Kamphuis. Dat werd een beetje uitgedaagd, vond ik zelf, Menno. En nou ligt Van Keulen op de grond. Ja. Maar ja, laten we het rustig houden. Laten we het, er is al genoeg ellende in de wereld, dus dit moeten we niet bij hebben. Het wordt met een. We krijgen een gele kaartuitreiking. Ja, Menno Kamphuis krijgt geel. En ja, dat is een beetje. Ja. Of dit nou de juiste oplossing is, ik weet het niet helemaal, maar laten we het erop houden. Oké, het is de gemakkelijkste weg voor een scheidsrechter in zo'n situatie. Nou, de bal wordt zo weer ingebracht door de keeper. Ja, dan krijgen we zo'n scheidsrechtersbal. Ja, dat is allemaal voor de bühne. Want de keeper mag hem gewoon weer pakken. En dan wordt hij weer in het veld gebracht door Dennis van der Waal van Go Ahead Kampen. Die gaat de bal voortzetten. Nummer 15, maar die kan daar niet op lopen. En dan wordt Patrick die bal weer opvangt. Kijken waar deze wedstrijd nog naartoe gaat, jongens. Want het kan nog een spannend kwartiertje worden zo. Nou, die bal ingebracht door Jordi Brinkman. Die de bal doorkopt, of Ronald de Mosje die de bal doorkopt op Shaki Mohamed. Shaki Mohamed draait even rond met die bal. Even kijken, dan krijgen we weer voetbal van die kant. Ja, dit is goed voetbal van Dos. Kijken, wordt die bal aan de rechterkant gebracht. De bal wordt weer ingebracht door Michel Kamphuis. Dat wordt een hele dit is wel een behoorlijke overtreding. Ja, ik krijg ook geel. Geel dus, even kijken wie is dat, geel. Ik denk dat het Hendricks is die geel krijgt. Ja, Hendricks volgens mij. Of is het? Ja, Hendricks die krijgt geel. Laurens van Keulen net geel en de kant van Dos, dus Dos, de kant van Dos was het dus Menno Kamphuis. Nou, we hebben de kaart een beetje gehad. Die bal wordt ingetrokken door met links aan de rechterkant door Tom Smoes. Tom Smoes zal die bal inbrengen. Vaak een hele goede voorzet in huis. Het zou mooi zijn als daar wat op geanticipeerd zal worden vanuit Doskant natuurlijk gezien. We krijgen straks ook weer een wissel aan Doskant. Staat er iemand, Clint Jansen staat klaar voor de dugout. Eerst die vrije trap. Nee, die wordt te laag. Nou, kan je misschien nog herkansen. Nee, is te laag ingebracht en kan makkelijk weggekopt worden door de verdediging van Go Ahead Kampen. Die bal komt bij Kees Stol. Die wil die bal. Die heeft nog geen spatje. Modder aan zijn broek, Kees Stol. Die heeft nog niet veel gedaan, maar wat hij gedaan heeft, dat is wel heel effectief. Nu krijgen we de wissel. Die stond al aan. Die stond al. Hiddeboers gaat het veld verlaten voor Glenn Jansen. In de 80ste minuut is dat. Ja, dat is een aanvaller voor een middenvelder eigenlijk. Want Hidde is een middenvelder en Glenn Jansen is een aanvaller. Zal het met vermoeidheid te maken hebben, denk ik. Of een tactische wissel.
Soms is dat niet altijd te peilen. Ja, dan wordt die bal weer heel gevaarlijk ingebracht op de nummer 11. Dat is Kees Stol. Ja, die bal, hij schiet die bal meters over. Maar die blijft toch heel gevaarlijk. Hij is, je ziet hem helemaal heel weinig in een wedstrijd. Maar als hij, ziet, als hij aan de bal is, is hij altijd gevaarlijk. Spaart echt zijn krachten. Doet alleen maar wat op momenten dat er wat van hem gevraagd wordt. En voor de rest zie je hem niet. Maar ja, als je dan de goede dingen doet, dan daar gaat het om. De bal wordt weer ingebracht door de nummer 4. Dat is Dennis van der Waal, dat is ook de aanvoerder. Ook al een heel ervaren Go Ahead Kampen speler. De bal wordt weer weggekopt door Wietse van Spijker. Een van de twee van de Spijkerbroeders die er nu in het elftal hebben. Allebei jongens die vorig jaar nog in het tweede speelden. Nou, wordt weggebracht door de andere van Spijker, in dit geval Willem. Ja, nu krijgen we een situatie, want Michel Campus taxeert die balfout. Die bal komt weer bij nu. Ja, gelukkig voor Dos gaat die voorzet niet goed van Tol. En ja, kan net niet bij, geloof dat dat van de Hellendoorn is, ja, komen. En door Sven Hellendoorn komen, die kan die bal niet meer bereiken. En daardoor krijgen we nu een uittrap van Dos. Ja, ik denk dat we hier nu, we staan 82 minuten op de bord, maar ik denk dat we daar nog wel 5 minuten bij kunnen trekken in verband met het oponthoud wat we gehad hebben. Dus ik denk dat er nog minstens 12, 13 minuten te spelen is hier, met een stand van 2-2. Dus het zal nog heel spannend worden en nu komt ook weer Doefikar heel gevaarlijk door op de rechterkant van het veld. Gelukkig voor Dos speelt hij de bal over de achterlijn, dus we krijgen weer een uittrap van Patrick Nietert. Het gaat zich een beetje herhalen nu. Maar het is, ik heb het al twee keer eerder gezegd in de uitzending, het is nog lang niet gespeeld. Want ik denk dat we nog wel meer dan 10 minuten hier gaan spelen op dit moment. 83 minuten, nou tel de 5 bij, dan zit je op 12 ongeveer, dat je nog effectief moet spelen. Ja, de bal wordt verspeeld door Shaki Mohamed. De bal gaat naar Glenn Jansen. Ja, Glenn die onderuit gelopen wordt. Bal wordt ingebracht door Tom Smoes. Ja. Nee. Klen Jansen die net iets achter de man blijft staan en daardoor niet bij de bal komt. Het zal ook iets meer moeten doen met zo'n bal. Iets meer strakker naar die bal toe. Maar nu wordt het heel gevaarlijk aan de andere kant. Ja, daar komt Dos goed weg. Maar die bal die gaat tegen de paal aan voorbij Patrick Nietert. En, die had er ook, en weer was het Kees Stol die bijna de 3-2 hier op zijn schoen had. Ja, dat blijft een levensgevaarlijke speler. En hij was hier net heel dicht bij de 3-2. Ja. Het is, daar komt Dos heel goed weg. Maar het blijft heel gevaarlijk. Ja. De bal wordt weer ingebracht. Weer Kistol die achter die bal aangaat. Ja, weer moet daar in dit geval de nummer. Dat is, even kijken, Jordi Brinkman. Die moet corrigeren. Achter. Ja, het wordt gevaarlijk. Ja, Jordi Brinkman was dat. De bal wordt ingebracht. Ja, een moeilijke bal voor Glenn Jansen. Ja, dat is een beetje. Kom op, dat moet Glenn nu gaan pakken. Ja, die doet dat niet. Glenn Jansen die laat die bal erover lopen. Nou, tactische aanwijzingen van beide trainers. Aan de rechterkant Marco Roelofsen, aan de linkerkant Jeroen Nix. Marco Roelofsen, trainer van Go Ahead Kampen. Ook nog oud speler van FC Twente geweest vroeger. Dus een man met een voetbalverleden. Nou, wordt ingegooid door aan de linkerkant van het veld door Tom Smoes. Tom Smoes die, kijk die bal komt nu bij Wietse van Spijker die hem op Shaki Mohamed zet. Die zet hem in de 16 jaar. Nee, hij wordt net iets niet goed ingekopt door Las Kikker die ondertussen ook het veld ingekomen is. Ik heb even... Niet meegekregen door, daar is ook een wissel geweest. Las Kikkert voor, daar ben ik even kwijt. Die wissel is even aan mij voorbij gegaan, want die is net in het veld volgens mij. Ik zag Glenn dus wel, maar Las is ook in het veld gekomen. Ik weet even niet voor wie hij nu in het veld gekomen is. Misschien kom ik daar nog achter. Ja, ik zie voor Menno Kamphuis.
Menno Kamphuis is eruit. Dus die is een wissel, lastkicker voor Menno Kamphuis. Dus het laatste wissel aan Doskant is plaatsgevonden. Menno zal wel moe zijn en het goudhaantje Lars Kickert, die vorig seizoen regelmatig belangrijke goals voor Dos maakte, zit nu in de wedstrijd. Maar ja, en die bal valt binnen. Ja, dit is echt. Die bal die valt binnen hier in de 86e minuut. Dat is een schot van Hendricks aan de linkerkant van het veld. En het is 3-2 voor Go Ahead Kampen. Volgens mij was het Hendricks die bal eigenlijk volgens mij gewoon inbracht. Laag inschoof. En langs iedereen, ook langs de keeper in het net schoot. In de 86e minuut wordt het hier 3-2. Ja, het is Nick Hendricks die scoort. En het is 3-2 voor Go Ahead Kampen. Heel zuur, want dit verdient Dos niet. Maar het is niet anders. De cijfers liegen niet. Het was jammer. Actie over links. En een harde schuiver, gladde schuiver. En ging langs iedereen heen en verdween in de hoek. Heel erg zuur. Maar dat is voetbal. En Dos zal nu even nog alles op alles moeten zetten om toch nog hier iets een resultaat te halen. En dat zal niet makkelijk worden. Ja, dit is heel erg zuur voor Dos. 2-0 voorstaan en dan uiteindelijk nog weer 2-3. Maar ja, dat is voetbal. En een wedstrijd duurt 90 minuten, is pas afgelopen. Allemaal clichés als de wedstrijd afgefloten wordt. Maar het is niet anders. Dos zal het hiermee moeten doen. En proberen om alsnog een puntje uit deze wedstrijd te halen door die 3-3. En een weerkeestol die hier na aangeven van zijn maat net niet bij de bal kan komen. Wordt verwerkt door Martijn Oldehotoff. Heel erg jammer. Kopjes gaan ook een beetje omlaag. Niet nodig jongens, doorgaan. Dos moet gewoon doorgaan. Er komt nog sowieso nog wel... 7 minuten zullen er nog sowieso gespeeld worden. Ik denk dat er sowieso nog wel 5 minuten bijgetrokken wordt. Ja, rechterkant van het veld, hoekskop, wordt ingebracht. Ja, in het nummer 10, Wilbert Wessels, wordt het nummer 11 die weer inbrengt. Ja, Shaki Moa met die bal wegbrengt. Nou, nu kun je misschien... Lars Kikker die de bal niet meer onder controle kan krijgen. En dat gaat niet goed, ja, nee. Het is net allemaal iets te kort. Ja, die staat buiten spel natuurlijk. Die bal wordt weer teruggekaatst. Komt de bal bij Jordi Brinkman. Die bal nu even kijken over wil inbrengen. Ja, die bal gaat naar Glenn Jansen aan de linkerkant van het veld. Die wil hem voorzetten. Dat gaat net niet lukken. Nou, Dos zal nog even alles op alles moeten zetten om hier toch nog een puntje, het verdiende puntje te krijgen. Vorige week ging het al mis in slotfase in Wierden. Ook heel ongelukkig. Nu dreigt het mis te gaan, althans, hier in Vriezenveen. Dat is erg zuur. Erg zuur voor Dos. En dat is heel erg jammer. En nu wordt die bal weer opgebracht door Tom Smoes aan de linkerkant van het veld. Kijk, ja, Jordi Brinkman die hier een paar man passeert, doet hij heel knap. Maar ja, dit kon je opwachten dat dit een vrije trap zal worden. Te veel. Ja, het is nu een beetje pompen of verzuipen, zoals we dat dan noemen. En dat zie je ook in het spel terug. Het zal niet meer op een mooie manier gaan. En de bal moet een keer goed vallen in de 16. Je moet een keer geluk hebben. Wil je nog die 3-3 kunnen forceren. Anders wordt het moeilijk, denk ik. Ik denk dat Go Ahead wel veel ervaring in de ploeg heeft om dit uit te spelen. En Dos heeft al veel spelers aan de kant die toch het extraatjes kunnen brengen. En die zitten nu allemaal op de bank. En dat is op zich ook wel jammer natuurlijk. Menno Kamphuis zou je nu heel goed kunnen gebruiken als stoorzender voorin. Maar die is er niet meer. Die zit op de bank. Die is gewisseld voor Lars Kickert. En dan moet hij het maar doen. Nou, kijk hem. Shaki Moore met die bal teruggehaald. Maar ja, die bal komt net zo hard weer terug. Ja, nu komt die bal weer bij Kees Stol. Die geen meter te veel gedaan heeft vandaag. Maar wel eigenlijk heel beslissend en gevaarlijk is geweest voor Go Ahead.
ja, dat is toch heel veel kwaliteit, moet ik zeggen. Ja, de bal komt nu bij Wietse van Spijker, maar die dat dan ook niet goed doet. Ja, dan zie je toch gewoon dat de kwaliteit een beetje oploopt. Zo, want zo'n Wietse van Spijker die moet dat toch beter uitspelen. Maar ja, die raakt hem dan net niet goed genoeg. Dan had het Tom Smoes helemaal vrij door kunnen lopen. En dat is dan toch heel erg jammer. Je zult een keer naar die goal moeten om toch nog die 3-3 te forceren. En dat gebeurt op dit moment niet. En de tijd die verstrijkt en die verstrijkt en die verstrijkt. En die staat op 90. Nou, tel er nog 5 bij op en het is gebeurd. Dus ze krijgen sowieso nog 5 minuten extra tijd. Nou, die bal weer voorgetrokken. Ja, die bal wordt in het niemandsland geschopt. Ja, komt de bal weer bij Go Ahead. De bal zal ingebracht worden. Ja, dan wordt die bal opgebracht bij de nummer 4. Ja, dat was nog wel een gevaarlijke situatie. Nick Hendricks die bal, Dennis van der Bal die bal aanvoerde, die bal inschoot. Nou, DOS zal nog één keer moeten gaan en alles op alles moeten zetten om die 3-3 te forceren. Ik zie het niet meer gebeuren als ik eerlijk moet zijn, gezien het spelbeeld op dit moment. Ja, dat moet je niet. Nou. Er zal nog één keer alles en alles, maar je ziet toch een beetje gelatenheid aan de kant van DOS. Een beetje vermoeidheid. Het is, de fut is eruit, het geloof is weg. Ja, je staat met 2-0 voor. En dan verlies je die wedstrijd met 2-3. Ja, dat is zuur, maar dat is voetbal. En het is niet anders, jongens. Maar probeer nog even die 3-3 te maken. Maar het zal moeilijk worden. Het kan nog. De bal wordt wel goed ingebracht, trouwens. Even kijken, Shaki, die mooi met die bal nog een keer voortrekt. Nee, die bal wordt keurig opgevangen door de keeper Johan Terpstra. En ik denk dat dit een van de laatste wapenfeiten zal worden van DOS. Want die neemt natuurlijk alle tijd die bal in het spel te brengen. Ja, die hebben geen haast meer. En dat is ook logisch. Nou, dan wordt die bal weer heel goed weggezet door Jordi Brinkman, die toch een goede wedstrijd speelt hoor. Keurig daar overeind blijft. Maar ja, hij kan in zijn eentje die achter de ook niet redden natuurlijk. Shaki Mohamed die bal voorzet. Ja, dat Martijn Oddo, die loopt keihard door. Maar dat is, dat hier aankomen dat niet gaat worden. Ontzettend jammer dat DOS dit weggeeft en een punt hadden DOS gewoon hier verdiend en dat is heel erg jammer. En ja, dat overkomt DOS nu al 2 weken achter elkaar, want vorige week tegen ZW was het ook gewoon heel erg jammer en nu weer, ja, het is uithuilen en toch weer opnieuw beginnen en volgende week in Barneveld proberen om daar maar de punten te pakken. Nou, een bal van Tom Smoes die niet goed gaat. Ja, het is nu een beetje hotse-knotse voetbal en kijken waar die bal valt. En het zit geen lijn meer in te ontdekken. Dat is logisch natuurlijk ook in deze fase. De bal moet een keer goed vallen, moet een keer in die 16 komen. Ja, als dat dan niet gebeurt, dan de kopjes gaan wat naar beneden. Ja, je ziet gewoon dat niet meer. Ik denk dat we dat DOS dit niet meer gaat ombuigen. Maar je weet het niet. Het hoeft maar één keer goed te vallen. Maar ja, dan moet die bal eerst de 16 in bij Go Ahead Kampen. En zolang die hier is, dan zal het nooit gebeuren natuurlijk. Ja, bal van Michel Kampen is weer weggetrapt worden. Het is nu een beetje. Ja, nou valt die bal eindelijk goed. Maar nou moet kijken, Shaki Moore mee door kunnen lopen. Ja, die verliest die bal weer. Ja, krijgt toch nog een vrije trap mee. Dus dat kan nog een situatie opleveren. Als die bal er nou goed in. Als die bal er nou goed ingegooid wordt en een keer goed zou vallen. Een keer een gelukje zou ook voor DOS een keer heel mooi zijn. Ja, dit is niet goed. Er worden weer de verkeerde keuzes gemaakt door Klein Jansen in dit geval. Die bal heeft inderdaad naar de buitenkant gemoet. Hoor ik achter hier mij zeggen en daar ben ik het helemaal mee eens. Die bal wordt dan toch weer in de drukte gespeeld. En ja, nu is het. Ja, dit is heel erg zuur. Het is weer zo'n zure nederlaag. En dat hadden we DOS vorige week ook al mee te maken. En nu weer. Ja, nu gaat natuurlijk Wilbert Wessels gaat forceren. Die gaat tijd rekken. Ja, dat komt er ook nog bij. Ja, dan wordt die bal weer ingebracht. En komt voor de goal. Nee, die kan niet ingekopt worden. Nou, Tom Smoes die loopt nog één keer met al zijn. Ja, jammer Tom. Kom op,
ja, Tom is ook gefrustreerd natuurlijk. En ook heel goed te begrijpen. Als je zo weer hard gewerkt hebt, zo gestreden hebt en dan met 2-0 voorgestaan hebt en toch nog die wedstrijd uit handen geeft, dat doet pijn, maar het is niet anders. Ja, nu valt die bal ook nog binnen en nu is het gebeurd. Hier in Friesenveen wordt het 2-4 door weer een schot van Hendricks. Van richting veranderd door speler van Dos. En in blessuretijd wordt het hier 2-4 wederom door Hendricks. Ja, geflatteerd, ja, tegen de verhouding in, maar het is niet anders. Het is 2-4 en Dos had hier zeker een punt verdiend. Maar deze wedstrijd zal verloren worden. En net als vorige week in SVZW gaan we Dos in de laatste fase, in de slotfase weer de bietenbrug op, zoals we dat zeggen. En dat gebeurt hier dus nu ook weer. En ja, dat zijn harde lessen die je leert. En daar moet er weer over nagedacht worden, over gepraat worden komende week. En de kopjes moeten weer omhoog. En volgende week in Barneveld zal er weer gestreden moeten worden om de overwinning. En nog, ja, het is nu gebeurd. Het is, wedstrijd is gespeeld. En 2-4 is natuurlijk, ja, ook al zou het nu 3-4 worden, dan heeft Dos gewoon geen tijd meer. En nee, dit is gebeurd. Ja, en dit spelen ze ook wel heel heel slim uit. En er zit toch veel ervaring in die ploeg. En dat zie je gewoon. En dat, als je kijkt naar zo'n Kees Stol, ja, die doet geen trap te veel. Maar is wel heel effectief. En er hebben ze nog een paar andere slimme spelers die toch heel goed spelen. En op de juiste momenten kunnen pieken. En dat is ook een kwaliteit. En ja, een wedstrijd is altijd pas gespeeld aan het eind. En dan wordt de balans opgemaakt. En goed gespeeld bij Vlagen. Goed gespeeld Dos. Goed gewerkt. Laten zien dat Dos echt wel eerste klasse waardig is. Ben ik van overtuigd dat Dos eerste klasse waardig is. En dat handhaving absoluut erin zit. En dat er ook best een goede klassering in zit. Ook al heeft Dos nu na 3 wedstrijden 1 punt, maar dat zegt nog niks. De stand is nu nog niks over te zeggen. Maar daar kun je pas over 8 wedstrijden wat over zeggen. Dit is gewoon een zure nederlaag. En doet pijn. Vooral als je dan ook nog met 2-0 voor staat. Maar ja, het is niet anders. Het is zoals het is. En volgende week op naar Barneveld. En daar zullen ze weer fris moeten staan. En om te proberen. Ja, de wedstrijd wordt afgefloten. Het eindigt hier in een 2-4 overwinning voor Go Ahead Kampen. Niet verdiend. Maar een gelijkspel had zeker verdiend geweest. Maar het is niet anders. En uithuilen, opnieuw beginnen. En volgende week op naar Barneveld. Maar het positieve gevoel aan de wedstrijd overhouden van het voetbal. Maar de resultaat snel vergeten. Dit was het vanuit Friesenveen, de livestream. En tot de volgende keer. Thank you.